Ik zeg een hele goeie vandaag allemaal. Mijn naam is Daniel, a.k.a. Dieslin. Dit is mijn kanaal en ik heet jullie allemaal van harte welkom bij weer een nieuwe livestream. Goedenavond, Coline, en welkom terug, Sky. Goed om jou even gesproken te hebben, jongen. Gezellig dat je er ook weer bij bent. Even een paar dingetjes weer wegleggen, zoals gewoonlijk. En zoals jullie het enigszins hebben kunnen zien in de thumbnail... Arie is op vakantie. Ik had even wat anders nodig. En dat is... Ik heb even rond zitten kijken. Wat wil ik doen? Het is lastig om elke keer in dezelfde server continu hetzelfde te doen. En jullie een beetje te laten kijken en niks te laten gebeuren. Om het zo maar even te zeggen. Dus ik kan nu ook wel zeggen van ik ga terug. Naar Fortis en ik ga daar keihard grinden voor bitcoins en noem maar op. Maar ik heb even Vossendaal, een andere server, een Belgische server, met potentie. Ik ga daar gewoon even kijken. Ik ga kijken wat daar te doen is. Ik ben dit weekend, ben ik al met Harry daar geweest. We hebben al een beetje rond zitten kijken. We hebben al een beetje zitten uitvogelen hoe en wat. Taida, goeie avond. Talentloos. Goeie avond, dat is even lang geleden. Hoe moet je het uitleggen? Harry is gewoon even op vakantie. Harry moet even wat anders hebben. Dus hij is op vakantie in een andere server. Dit gaat wel heel vreemd worden. Het is een Belgische server. Dus het... Het is Vlaams wat je hoort. Yo, Guus. Het is Vlaams wat je hoort. Het is gewoon even wat anders dan alleen maar Fortis. Alleen maar mijn Bitcoin miners bijhouden. En voor de rest eigenlijk niks. Het was te rustig even op Fortis. Dus ik heb zoiets van, ik ga bij een andere server kijken. Ik ga kijken hoe het hier gaat lopen. Ik ga gewoon even met Harry ga ik wat dingetjes doen. Ik heb al heel veel dingen gedaan. Kijk, talentloos. Helemaal super. Dan kan jij sommige dingen van mij verwoorden. Want sommige dingen, ik snap het nog steeds niet helemaal. Ik heb ook nog niet veel met ze gesproken. Maar als ze aan mij vragen, als ik op een motor rijd, wat ik op een brommer doe. Dan snap ik er al niks van. Hè? Een brommer bij mij is heel wat anders dan een motor. Maar ja, het zal zo. Nee hoor, geintje. Maar ik heb al wat dingen gedaan. Ik heb al wat drugs ingehaald. Ik ga lekker verkopen. Ik ga mijn dingetje doen even. Heel misschien later in de stream komt er nog wat anders leuks. Daar wacht ik alleen op. Maar laat ik jullie ten eerste meenemen naar Vossendaal. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik heb al het een en ander gedaan. Dus zo benieuwd ben ik niet meer. Maar ja, even kijken. Kijk, Harry zit hier op tafel. Het is namelijk zo, als je hier zit en dan krijg je een volledig ingericht huis. Met een grote flatscreen aan de muur daar. En een lege boekenkast. Ik hou niet van boeken. Dus, en sommige knopcombinaties. Ik moet er nog heel erg aan wennen. Ja, klopt. Belgen zijn best wel vriendelijk. Ja, tot nu toe wel. Sommige knopcombinaties, zoals hier een kluis openen, hè? Je stash in je huisje. Ja, meestal doe je dat met E, nou dat is hier niet, dan moet je op Alt drukken en van Alt kan je hem openen. Dan moet je hem ook opentrekken. Nou, zoals jullie het zien, heb ik al het een en ander. Ik ben al even bezig, moet ik zeggen. Hè? Die kan ik nu niet gebruiken. Maar ik heb wat zakjes cocaïne, ik heb wat pakketjes, die kan ik niet hier openen, maar op het eiland. Ik heb wat hash wat ik kan verkopen, ik heb wat truffels wat ik kan verkopen, ik heb allemaal fitbitjes. Ik wilde één. Eén. Die zet ik wel even hier, oh. Ik heb wat biertjes, nou, die ga ik niet meenemen op dit moment. Dat heeft weinig zin. Al een gun. Nee, wel gewoon een mesje. Het is al lastig om dat soort dingen te krijgen. Je moet natuurlijk wel craften, je dingen. Dus daar zit wel het een en ander aan vast. Maar, wat wel hartstikke leuk is, je kan in containers zoeken.
containers grinden en dan kan je allerlei dingen vinden. Etenswaren, drinken, je haalt muffins en donuts haal je uit containers. Een beetje vies om te eten, maar hey, luister, ze zitten erin. Maar ook een tas, vermoedelijk gestolen handtas en portefeuilles, vermoedelijk gestolen. Nu al een mesje en dat is goedkoop mes. Ja, deze kon ik kopen voor 5k uit mijn hoofd. Of 500 euro. Ja, 5k volgens mij. Dus wel goed te doen. Alleen je moet de locatie weten waar je moet kopen. Dus hey. Je kan koeien melken. Je kan mandarijnen plukken. Je kan zakjes wiet vullen. Je kan teddyberen inpakken en verkopen. Daar heb je de werkvergunning voor nodig. En dat zijn allemaal dingen die je kan vinden. Maar wacht, er zijn er nog een paar andere dingen. En dat vond ik even te bizar voor woorden gewoon. Maar wel extreem leuk. Goedenavond, Lotte. Je hebt ook elke keer wat, hè? Maar ja, wat je dus ook kan vinden zijn klokhuizen, dildo's, sigarettenpeuken, gebruikte condooms, legepak sigaretten, een kakzak. Dat zijn 100 poepzakjes. Zeker een leuke script. Lege blikjes, lege flesjes, banaanschil, crypto-sticks, recycle materiaal, glazen flessen en fitnessabonnementen. Dit zijn dingen die ik nu niet kan gebruiken. Maar dat komt wel. Dat komt wel in de loop van de tijd. Dus dat is de stash. Nou, dan heb je hier een kledingkast. Die gaat open. Ook met alt en dan met je muis erheen klikken. Ik had al die, maar die moest weg. Ik ga zo meteen de dingen verkopen op de boulevard. Nee, annuleer. Bevestigen. Ze staan hier net wat anders. En dat ga ik doen als geaapte Buzz Lightyear. Dus hé, je moet wat, hè? Maar ik ga eerst even jullie een beetje de server laten zien. Dat jullie weten hoe en wat. En dat doe ik natuurlijk in mijn eigen kleding. Dus ja, Harry is er al sinds dit weekend hier. Even kijken. Die klopt. Ja, die had je af. Die ga je weer opdoen. Goed zo. Maar Harry was hier al even. Die was al even aan het rondkijken hoe en wat. Hey, ja, luister, als je dus bepaalde dingen wil hebben, wil doen, en je hebt er een goed verhaal bij, dan, hey, dan komt dat goed. Nou ja, zoals in Fortis is mijn huis hero. Ja, en daar is het ziekenhuis. Kijk, net zoals dit. Weet je, dan heb je ga je die dingen doorzoeken. Nou, ik heb een lolly gevonden. Hartstikke leuk, een lolly. Dus, ik moet wel nu even een stukje lopen. Sowieso heel origineel hier. Vind ik, met bepaalde dingen. Dus ik laat jullie ook even blokkenpark zien. Dat is ook heel anders dan dat we gewend zijn. Wel leuk natuurlijk. Uithoudingsvermogen krijgen, kracht. Je kan naar de sportschool gaan en dat soort ongein. Dus ik heb alleen het idee dat mijn geluid niet helemaal klopt. Dus ik laat jullie heel even wachten. En later in de game mag ik hier ook wat aan gaan aanpassen. Dus dat is leuk. Daar heb ik zin in. Oké, ik heb al twee motors hier al. Dus auto stelen is ook gewoon mogelijk hier. We gaan eerst even een stukje... Gaan we lekker koeien melken. Dus ik had het zelf nog niet gedaan. Ik zou zeggen, iedereen die er zin in heeft, pak een bak koffie erbij. Lekker wat drinken. Mijn koffie is helaas alweer koud geworden. Jo. Deze server heeft ook een iets andere regelstijl dan in Fortis. Dan in de algemene servers, steden. En dat is, als ik mijn auto aan het rijden ben, mag ik kleine schansjes pakken. En dat soort ongein. Ik heb even geniet. Nou, super jongen. Super.
Nou, dat is toch leuk. Dat krijg je van dat babbelen. Ja. Ah, nou krijgen we dit al. Goedendag, meneer. Goedendag. Heb je geen reden waarom we u laten stoppen? Nee, dat niet. Nee, heb je uw identiteitspapieren bij en uw rijbewijs alsjeblieft? Jazeker, die heb ik bij me. Dat is kan mijn... u die laten tonen? Ja, één moment. Ik moet even uitzoeken hoe en wat. Die en die. Op 3 en 4. 3. Nou. Kijk eens aan. Werkt dat niet? Ja? Ja, dat werkt. Dus Harry, super, handig? Super. Jazeker, Harry handig, heel handig. Dat is uw paspoort, uw rijbewijs. Had je die ook al getoond? Ja, als het goed is wel. Ik kan hem er nog een keer bij pakken voor u. Als het wil, ja. Kijk eens, dat is mijn rijbewijs. Oké, dat is goed. Meneer, de reden waarom we u willen laten stoppen is... waar is uw helm naartoe? Ik heb vergeten te kopen, heel eerlijk gezegd. Ik heb in een andere stad, dan als ik op een motor spring, dan haal ik de helm uit de sit van de motor. Alleen ja, die kreeg ik dus bij de motor toen ik hem gekocht had. Alleen bij deze stad niet. Ah, geen probleem, meneer. Je moet gewoon naar kledingwinkel gaan. Je kan daar niet halen. Kost niet te veel geld hoor. Het is heel handig. Oké, kijk, dat is handig in ieder geval. Ja. Ja, collega, wat denk jij? Gewoon wasje een beetje? Bon, dan is dat... als jij je een helm regelt, is dat voor mij oké. Maar zij voorzichtig, hè. Want zo'n mensen op straat oprapen, dat is niet zo plezant voor ons, hè, Versade. Nee, dat begrijp ik. Dus, okay. Ik zit alleen even te kijken. De dichtstbijzijnde winkel is dan... ik neem aan die kant op. Want dan wil ik dat natuurlijk meteen halen. Ja, dan mag ik daar zo aan de andere kant, mag ik zo tussendoor steken en dan zo terugrijden die kant op. Dat is geen probleem, Fabs. Oké. Okay. Veilig. Ja, goed kijken naar alle tweede kanten. Hey, ik heb twee ogen, dus ik kan twee kanten op kijken. Ah, dus dat super. Komt helemaal goed. Ideaal. Dus. Zo veilig als mogelijk. Ja, nee, altijd hè. Veiligheid staat super. Voorop. Inderdaad. Dus. Nee, is goed. Dat horen we graag. Oké. En dan gaan we het voortaan gewoon handig houden. Dat horen we ook graag. Voilà, kijk, zij voorzichtig en haal uw helm en dan is dat hier in orde voor ons. Goed? Is helemaal prima. Oké, man. Veilige avond nog, hè? Ja, hartstikke bedankt. Jo, prettige dag. Hetzelfde, weg ik ze nog. Dank u. Hij deed wel een helm op, alleen die moet je blijkbaar echt kopen. Nou, oké, even een helm halen. Ja, waarom denk je dat ik voor zo'n server even gekozen heb? Deze kant op. Ja, dat is niet zo heel erg plezant om iemand van het wegdek af te halen. Dus nee, dit begint weer een beetje humor te krijgen, hè? Op deze manier. En daar gaat het natuurlijk om. Dus even een helm halen bij de winkel. Ik weet niet of het meteen mijn hele outfit naar de galamise brengt, ja of nee. Daar moet ik even naar kijken. Kledingwinkel. Waar is hier een kledingwinkel? Die is daar. Het voordeel ook is, dat soort dingen zijn hier allemaal gratis. Dus ja. Maar echt prachtig. Ik zal zo meteen ook even het stukje telefoon hier al laten zien. Dat is ook net iets anders. Ook best wel interessant. Hier speelt nu 62 man op. En we hebben... en er kunnen er max 64 op. Dus dat... Het is... Ja. Mijn huis.
Even kijken. Oké. Even kijken. Nou, welkom in de Belgische kledingwinkel, mensen. Ja, zeker. Dus, en je hebt ook de NPC's die rondlopen. Even kijken. Accessoires, masker, hoeden. Even kijken hoor. Nou ja, wat maakt het eigenlijk uit? Nul. Hartstikke idee. Bevestigen. Zo. Yo! Goedenavond, Niels. Goedenavond, San. Waarom speel ik niet op TDA? Als ik nu op TDA moet gaan spelen, dan is het helemaal vol en dan kom ik er niet tussen. En het is daar gewoon te druk. Te lange wachtrij, precies dat. Goedenavond, Alexander. Ja, mooi hè? Ja, het is allemaal wat anders. Ik hoop eigenlijk nu dat ik die agenten tegenkom, hè? Dan vraag ik meteen wat ze van mijn helm vinden. Maar eerst even deze kant op. En even kijken hoe het verder gaat. Ik denk dat ik ze op dit moment niet 1, 2, 3 meer zou tegenkomen. Hopelijk wel. Misschien later in de avond nog. Wie weet. Ik kwam ze daar tegen. Dus het is even spannend. Hoi. Nou, en je begint natuurlijk... Je begint natuurlijk met een beginners voertuig. En ja, dat is niet zo snel helaas. Maar alles wat niet zo snel, ik kom er wel. En ja, het is avond. Dus helaas zie je niet veel. Maar ja, we kunnen in ieder geval rijden. Maar dat Vlaams... Hè? Prachtig op den duur. Ik hoop alleen niet echt 1, 2, 3 dat ik het zelf ga spreken. Wel dat ik gewoon de Nederlandse flow erin hou. Hè? Want ja, ik ben op vakantie. Jazeker, talentloos. Dat is een vape. Die zit er nog steeds tussen. Oh. Jammer. Ik heb hem nog steeds. Staat jouw kamer mooi blauw van die vape? Hebben jullie er last van? Ik niet. Maar ja, hij staat hier aan het eind van de avond best wel blauw. Dus. Maar het is hier, ja, het is ook een klein kamertje dit, helaas. Misschien komt dat nog wel eens een keertje goed. Hè? Dat maakt niet uit. Hier in de buurt moet koeienmelken. Gaan we lekker naar boerderij koeienmelken. Ja, die zitten daar. Kan ik... even kijken. Je mag hier af en toe wat aanschalen rijden, dus dat is wel prettiger. Even kijken. Niet de aanschouw, het moet nog wel ergens op lijken, hè? En als je de koeien gemolken hebt, die kan je dan uiteindelijk, als je er genoeg hebt, met 2, 3 stuks, kom je er niet. Maar dan kan je ze inleveren op Blokkenpark. Net zoals andere voedingswaren. Dus ja, Danootje. Harry is even lekker op vakantie in België. In Vossendaal. Nou,
koeien. Wacht maar. Hé. Hey. Hé, koe. Kom eens hier. Kom eens hier. Ja, is een lieve koe, hè. Is een lieve koe. Koe vond het niet zo fijn. Ah, dat vind ik jammer. Hallo, koe. Waarom vinden jullie het niet zo fijn? Ah, koe, zit vast. Wacht heel even. Ik moet niezen, maar hij komt niet. Daar is hij, hè? Wat is er gebeurd? Niet veel. Harry is gewoon even op vakantie. Zal ik jou even los pinteren? Zo. Jij wilt die kant op. Prima. Loop die kant op, Bertha. Ah, kijk. Een koe die ik kan melken. Hé. Zo. Ja, is een lieve koe. Aardige koe. Dankjewel, mevrouw koe. Ik heb een koe gemolken. Ah, voor het licht. Even kijken. Daar staan nog een paar koeien. Gaan we kijken wat die willen. Ah, zit jij ook alweer vast? Ja. Die kant op. Nee, je zit vast hier. Je kan niet tegen het hek lopen, koe. Ik heb nog niet helemaal door hoe het hoort te werken. Ah. Waarschijnlijk als een koe stilstaat. Ja, ik kom er zo aan. Rustig aan. Ja, lieve koe. Ja, dankjewel koe. Nou, zal ik deze even kijken? Oh, sorry. Nou, als jij nou even die kant op gaat lopen. Die kant op. Ik vraag toch of jij die kant op wil. Nee, ik vond het ook niet zo fijn. Ik weet niet precies hoe het systeem werkt. Ja, jij zit helemaal vast. Als je nou gewoon eens naar mij luistert en die kant op gaat. Nee, niet naar mij toe. Nee. Koe, luister. Je zit hier helemaal vast. Ja. Hier ga je ook vastzitten. Oh, kijk. Zie je? Je bent eruit. Nou ja, dat dus. Waarom precies? Echt geen idee. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Ja, maar ik heb bij elke koe dat ze zoiets hebben van... Nee, je had niet... Koe vond het niet fijn. Probeer het bij een ander. Probeer het nog eens een keer. Ik heb nu 2 koeien gehad. En ze vinden het nu allemaal niet zo fijn. Jou had ik al gehad. Kom eens hier, koe. Oh, kijk. Weer een koe. Lopend melken. Altijd handig om te doen. Doei. Ik wil jou even hebben. Kijken of het... Ja, kan ook. Mooi. Maar er staan meerdere koeien hier, dat ik weet. Ik krijg trouwens wel een beetje warm met mijn helm. Dus ik doe even mijn helm af. Zo. Staan. Er moeten hier nog meer koeien zijn, dat ik weet. Dan staan ze waarschijnlijk in dit veld. Oh, jij zit nog steeds vast. Bertha. Hé, hey, kom. Ja, Bertha. Kom deze kant op. Ja, gaat u maar. Ja, moet ik even een stukje meelopen? Het is helemaal niet erg. Laat maar gewoon mee. Ja. Is een lieve koe, hè? Kijk. Ah. Gewoon een klein stukje meelopen. Misschien is dat het.
Niet meteen erop afstappen en gaan melken, ja. Je hebt de koe gemolken. Ja, zal ik je even naar je vriendje brengen? Kom maar mee. Kijk, die staan allemaal een lief hier te wachten. Ja, wacht even. Ah, er zit dus een soort van... een soort van stressmeter. Nou zeg, doe eens lief. Het is niet de bedoeling dat je helemaal tegen ze aan gaat rijden. Het zijn zo geen lieve koeien op het moment. Jij wel, hè? Ja. Ik dacht echt dat het anders zou zijn. Ja. Lieve koe. Nee. Moet ik even bij je staan zo. Even lief tegen je praten. Mag het dan? Nee, nog niet. Dan ga ik die andere doen. Nou ja, weet je, koeienmelken hebben ze op andere steden ook. Alleen dan ziet het er heel anders uit, hè. En dan ga je ook erbij gehurkt staan en dat soort ongeheim. Dus wat ik nog niet gedaan heb, wat ik nu wel even ga proberen. Visible, hidden. Ja. Oh. Is mandarijnen plukken. Wacht even. Ik wil eerst even wat anders proberen. Die trouwens even weg. Oh ja. Dan zou ik het even netjes doen. Hè? Met een helm op rijden. Hè? Anders krijg ik daar weer problemen van. Dan krijg ik eventueel een boete. Heb ik ook geen zin in. Je hebt hier namelijk verderop een wielblaadje zitten. Dus ik ben benieuwd wat je daar kan doen. Dat zeg ik, ik heb nog niet alles gehad. Ik heb een paar dingen bekeken. Een paar dingen zitten zoeken. Even kijken, dan moet je hier volgens mij een beetje heen en weer zoeken. Ik heb geen idee hoor. En dan hier plantjes vind. Ja, ik zit daar enigszins nog steeds. Maar ik, Harry, zoals het in de tekst ook staat, Harry is even op vakantie. Vakantie in België. Hij wou even weer eens wat anders hebben. Zit ik wel goed? Ja, ik zit goed. Dan moet hier misschien beginnen. Ik zit nu precies op het logo. Oké. Nou, dat is goed. Misschien hier iets. Nee. Oké, het veld afzoeken dus. Nou. Ik ben bang dat het een en ander nog moet groeien. Dus. Maar even iets anders bekijken. Dat moet ook eens een keertje kunnen, toch? Ja. Moet niet allemaal één en hetzelfde stukje zijn, anders wordt het op een gegeven moment ook voor iedereen saai. Niet alleen voor jullie, maar ook voor mij. Dus daarom. Je bedoelt bij die bomen daar al, die daaronder staan. Ja, dat zijn niet echt wiepplanten. Dus in het logo... Oh. Het logootje staat echt op dit veld. Daarom juist hem. Dus dan zou je moeten zeggen dat het hier zit. Gamekeus. Ik zeg meteen je naam.
Tuurlijk. Gammakast, ook goed. Gamecast, Gammakast. Gamma. Dat zeg ik, Gamma. Dus ik heb geen idee. Dus ik, het zal wel. Misschien zit daar een tijd voor dat ze moeten groeien. Maar ik ga in ieder geval even mandarijnen plukken. Ah, jou moest ik hebben. Frituurpan. Goedenavond, jongen. Kijk eens. Mensen, ik had van de week even een gesprekje met Frituurpan. Ik wil hem even spreken. Hij is hier zo vaak. Hij is... hij is... Al, in principe elke stream is hij erbij. En vanaf ja, vandaag, eigenlijk afgelopen vrijdag, maar vanaf vandaag heeft hij ook de moderator gekregen. Er is bijna geen stream die hij mist. Dus zit er wiselisted op die server. Je moet in de Discord komen, wat ik weet. En je moet een soort van intakegesprek hebben. Met staf. Dus kijk eens, je naam is zelfs blauw nu, Frituurpan. Even kijken, zit hier nog voor de rest wat in de buurt? Ja, je hebt deze hier al. Daar ga ik even naar kijken. Ik denk dat daar het wietplukken zit. Dan. Maar het is ook... Ja. Rood is mooi, maar blauw is zo. Neem het maar voor lief. Wees er maar blij mee. Yo, Spijk, nee. Kijk de tekst. Harry is op vakantie. Harry is gewoon even een dagje op vakantie. Of een weekje, of... totdat hij het voor gezien houdt. Hier. Ik moet nog een stuk verder. Waar moet ik zijn? In de schuur. Hij is gewoon even op vakantie. Fortus is te... Hey. Oh ja, dus zoeken. Is dat hier dan? Hey. Mais. Mais verwerken. Oké. Okay. Mais verwerken. Ik ben benieuwd wat ik ga krijgen. Maar hij is gewoon even op vakantie. Hij... gaat kijken hoe alles een beetje gaat lopen. En hij wil gewoon even wat anders. Even op vakantie gaat hij houden. Hij mag er ook even een dag tussenuit, hè? Zo moet ik eigenlijk... ik moet zo wijzen, want hij is er daar. Hij mag er ook af en toe tussenuit. Lekker op vakantie. Vier maiskolven nodig voor een pakket te maken. Oké. Okay. Oh ja, dat kan niet. Ja, dat denk ik dus ook. Maar waar kan je die plukken? Waar kan je die plukken? Dus want hier is dus... boerderij. Ja, oké. Okay. Maisboerderij. Ja, maar ik kon daar niks op dit moment. Dus blijkbaar heeft deze ook nog niet. Blijkbaar is dat een timer of zo. Ik heb geen idee. Dit is appel. Ja, nou. Gaan we appeltjes plukken. Maar wat dus ook kan in deze server. Dat vind ik zelf ook wel leuk verzonnen. Ben ik de voertuig op slot. Is dat je kan jagen. Je kan een jachtlicentie aanvragen. Toch een tekst als ik er langs rij. Nu een tractor voor landbouw. Ah. Aha.
Oké. Dan kan je echt landbouw doen. Dus waarschijnlijk moet je dan met de trekker moet je de andere kant op. Moet je naar het veld. En dan van het veld weer terug. En dan moet je... leuk om een keer te bekijken. Shortcut. Dat jagen uitleggen. Je kan bij het Corps Hero kan je een jachtvergunning aanvragen. Met de jachtvergunning kan je een vuurwapen kopen en een mes. Met dat mes en dat vuurwapen ga je dan naar een bepaalde locatie. Kan ik zo meteen ook wel langs rijden. Ik heb namelijk een mes op zak, dus dat kan. Nou ja, zit in mijn motor. En als je dan kan je van bepaalde beesten kan je het vlees leer eraf snijden en vlees waren. Geen idee precies. En vanuit Daro kan je dus andere dingen weer doen. Nou, die zie je wel heel erg, hè? Dat wapen en mes, als je dus je papieren hebt van korps, kan je die papier dan kan je ze dus bij gewoon een wapenwinkel halen. Hoe dat precies weet, weet ik niet. Dat heb ik zelf nog niet echt gezien. Net zoals dit ook. Ik moet ook uitvinden hoe dit hier ook werkt. Zit ik er bijna? Moet ik zeker ook met een tractor? Of moet ik hem... beginnen met plukken. Deze mandarijnen kan je verkopen op blokkenpark. En zelf eten voor eten en drinken. Dus. Maar als je dat wapen koopt... Dan kan je dus ook, dan moet je hem registreren bij de politie. Als je bij hem een overval of wat dan ook gebruikt. Dan, dan moet je hem inleveren. Dan worden je hunting license ingevorderd. Dus ja, dat, en voor, nee, ik heb geen ban. Ik ben te aardig om een ban te krijgen op servers, op andere server, Thijs. Ik ben een te gezellige speler op den duur. Maar lees niemand de titel. Harry is op vakantie. Nee. Die. Kijk, 20 sinaasappel. Oh, ik kan nog meer plukken. Dat is ideaal. Ik eet een broodje en... Ik blijf nu broodje eten. Lang broodje. Oké, dan gaat hij er niet bij. Qua eten en drinken. Dat is een klein minpuntje. Op die manier. Nee. Harry is echt gewoon even op vakantie in het buitenland. Harry zit in België. Op dit moment. Dus hé. Niks ernstigs. Hij heeft geen vliegticket gekregen. Laten we daar op houden. Als ik zin heb om die andere server weer te joinen, doe ik het zo. Mijn vakantie in RP-taal is van dus ik snap het. Ban. Ja, blijkbaar. Dat wist ik geen eens. Ik ben niet verbannen. Harry is op vakantie. Harry moest gewoon even wat anders te doen hebben. Dat is het. Kan ik dan even niet...
Wacht even, ik ga de tekst aanpassen. Ik ga de tekst aanpassen. Even kijken. Harry is even in België. Zo. Zo. Misschien is het nu wat duidelijker. Ik heb de tekst dan aangepast. Harry is even in België. Nee. Ik moet deze hebben. 42 sinaasappels. Nee, ik heb een ban op Fortis. Nee. Kijk, hij heeft dezelfde outfits nog aan alles. Dus nee. Ik ga alleen even bij de volgende pluk ga ik even mijn waterfles vullen. Ik ben helemaal vergeten extra drinken erbij te pakken. Dus ik zou zeggen, als we een kleine moment hebben, dan gaat hij appels plukken. Ga ik even snel water halen. Ik ben zo terug, mensen. Zo, ben ik weer. Dus, iemand anders die het nog niet begrijpt dat ik in een andere server zit? Of is het nu wel allemaal een klein beetje duidelijk na een kwartier? Denk het wel, hè? Denk het wel. Even kijken. Nou ja, nog een keer. Daarna even kijken hoeveel ik er heb. En volgens mij kon ik deze ook op BP verkopen. Ik had er al heel wat in mijn eigen stash ook liggen. Dus dan gaan we daar even voor kijken. Ik heb er nu 64. Ik vind het helemaal prima. Dan gaan we kijken. Die zijn daar al weg. Jammer. Maar maakt niet uit. We cruisen gewoon rustig terug. Niks aan het handje. Oké. Ja, ik moet eigenlijk nog een beetje sparen om, voor een ander voertuig. Ja, je hebt trouwens, als je officieel GTA speelt, heb je een motorgang rijden. En als je die aanrijdt, of wat dan ook, dan schieten ze op je. Nou, dat is hier dus ook zo. Ik was naar iets op zoek. En dan was ik aan het kijken voor motor, of in een motorclubhuis. Ja, motorclubhuis. En daar waren dus
toen ik daar was, kwamen er 3 gasten aanrijden. Ik denk echt, oké, nou ben ik gewoon de Sjaak, hè. Dit gaat niet goed aflopen. Ik heb het gewoon overleefd. Het waren NPC's. Hersenlozen. Maar dat wist ik niet. Dat was ideaal. Nou, rijvaardigheid wordt ook altijd verbeterd. Wat dat uiteindelijk voor pluspunten heeft, ik weet het niet. Rijden doe ik sowieso al goed. 1 handje aan het sturen en de andere met de vape in mijn handen. Dean, goeie avond. Nee, zeker niet. Ik moest alleen even wat anders... op een andere manier ook mijn tijd spenderen dan alleen maar de bitcoins en kijken voor auto's. En Fortis is nog hartstikke leuk. Alleen, ja, even wat anders tussendoor gewoon. Kan ook geen kwaad, denk ik. Weet je, en dan... Harry is nu even in België. En over een poosje gaat hij gewoon weer even terug om te kijken hoe het daar is. Wanneer weet ik niet precies. Nu zitten we even hier. En dat is ook altijd hartstikke leuk. Poeh. 166, 167. Dit stuk altijd. Te snel. Ja. Kijk, weer een aanvaring met ze. God. Zo. Dag meneer. Goeiedag. Ik denk, ik ben wel tegengekomen, hè, met collega's? Ja, toen had ik geen helm. Ah, ja, maar nu wel, hè. Ik zie het, hè. Kijk, hoe mooi. Ja, echt mooi. Mooie aankoop, man. Ja, dat dacht ik al. Was perfect bij je motto, echt waar. Kijk. Gelukkig maar. Ben je ook een nieuwe huisstijl? Of was dat zo? Nee, dat is altijd al zo geweest. Ah, oké. Ja, een beetje slecht geheugen, man. Echt waar. Ja, ik heb altijd een petje op, dus dan zie je dat niet. 1, 2, 3. Ah, ja, daarom misschien. Ja? Ja, meneer, ik heb jou weer tegengehouden. Weet je waarom? Ja, ik was daar aan de kant en jij is een beetje... Zo heel snel zo ver weggereden. Aha. Ja, snel. Hij rijdt nog geen 200, die motor. Ja, nee. Ik heb een tijdje gevolgd, ik weet niet of je het hoort. Ik moest even achterom kijken. En ik probeerde naar achter te wijzen, alleen dat was volgens mij ook een beetje met de verkeerde vinger. Ja, ik heb gezien, maar ja, geen probleem. Oké, gelukkig. Dus snel gebeurt er nog wat, ja, ik weet het. Ja, dus en maar, toen had ik door dat u achter me zat. Ja, inderdaad. Nee, ik heb u even gevolgd en snel, het was toch wel 170 km per uur, meneer. Het is een beetje snel, hè? Ja. Op het circuit rijken met een snellere motor. Ja, kan ik begrijpen. Maar ja, het is nog altijd snelweg, geen circuit. Ja, dat is waar. Ja. Allee, je hebt nu wel helm, maar ja, wil niet zeggen dat je meer risico moet nemen. Nee, oké, daar heeft u gelijk in. Ja. Dat is waar. Mag ik u even nog gezien, meneer? Jazeker, alstublieft. Ja, Harry Handig, ja. Kijk, zeg. Juist. Dat was ik weer vergeten. Ja, kom, maakt meneer, niet uit, maakt niet uit. Het systeem, hè? Ja, is goed. Ik heb helemaal niks op mijn naam. Hoeveel is dat, meneer? Zeker even variatie. Is ook wel handig. Is ook wel fijn, weet je. Weet u hoe lang is dat, meneer? 2, 3 dagen of zo. Dus niet zo heel lang. Even lekker op vakantie. Vanuit Nederland deze kant op. Goed meneer, je bent heel vriendelijk. Altijd correct meewerken. Mm-hmm. Kijk, je hebt een waarschuwing gehad voor aandragen. Ik ga nu toch een waarschuwing geven voor de snelheid. Dat vind ik collant. Ja, niet direct boeten. Want je zit er vriendelijk, je bent vriendelijk. Jazeker. Altijd goed te horen en zo. Dus geen probleem. U kan doorheen. Oké,
Oké, okay, nou, nee, hartstikke bedankt. En ik zal op mijn snelheid gaan letten. Ja, moest u zeggen, vragen hoe ik heet? Ik ben Carlos Dominguez. Oh, goeiedag, Carlos. Ja, oké, okay, nou, gezellig. Ja, ja, ja. Je weet, de politie is uw vriend, hè? Ja, soms wel, ja. Dus. Volgens je, hier heb je mijn kaartje. Ja, super. Heb je ooit problemen of zo? De politie als contact is altijd handig, misschien. Hè? Ja, nou, dat denk ik ook wel. Nee, gaat helemaal goed komen dan. Oké, goed. Fijne dag nog. Hetzelfde. Tot ziens, hè. Dank tot ziens. Hoi, hoi. Oké, okay, nou, ik heb meteen contactgegevens gekregen. Laten we eerst even kijken. Nou, dit is dus de telefoon van deze stad. Je hebt GameTime en RealTime tijd. Het is een Samsung, toch? Even kijken. Kan je niet 1, 2, 3 zien, maar oké. Luca Oz. Oké, één contact. En dan doen wij gewoon vanaf nu gewoon standaard. Dan weten we gewoon waar die van is. Opslaan. Ja. Hey! Hey, clowntje! Goeiedag! Ja, goed. Wat ziet dat er vreselijk uit? Ja, waarom niet? Hé, hey, ik heb ook zo'n motor. Zal ik hem er ook bij pakken? Ja, pak ook zo'n motor. Ja, ik... als ik even op mijn voertuig kan stappen, dan... ik heb ook zo'n motor in mijn schuur. In mijn garage. Dat is het hier wel, mensen. Je mag voor bepaalde situaties. Oh, wauw. Mag je een voice changer gebruiken? Nou, ik had het een en ander al een beetje inge. Nee, niet. Vader. Ja. Die moet ik even hebben. Zo. Ik had al een klein beetje dingen gepland natuurlijk met een x-aantal mensen. Oh. Ik rijd zonder helm. Zo. Die gaat te snel vandoor. Even die weg. Hey. Eens even kijken. Ja. Ja. Ik wil ook zo'n pakje. Hoe doen we dat? Allemaal 174. Oké. 174. Is... Nee, nee. Wacht even. Oké, okay, sorry. Even opnieuw. 174. Oh, armen. Ja, je bent een beetje lastig te verstaan. Zo beter. Zo beter. Ja. Iets. Verstaan we zo goed? Bijna. Bijna je echte stem. Maar oké, Arma 174. De helm en riem. 52. 52. Ja.
46. Ja. En de vest? 47. 47. Yep. En dan stukjes. Lekker als het zwaar is 35. Ja, die past ook. De tassen? 49. 49. Ja, broek. Broek 29. Ja. Schoenen, broek is dan 29,1. Ja. Schoenen is 38,3. 38. En dan 3. Ja. Masker. Dan gaan we naar masker 95. 95. Ja. Hoeden. 33. 33. Yep. Brillen 21. 21. Yep. Hallo. Ja. We zijn er klaar. Super. Er zit mijn broer van mij. Er zijn allemaal broers van elkaar. Hij is er klaar voor. Ja, kom, daar gaan we. Yep. Ik weet precies wat we gaan doen. Oké, heel even. Voice chat. Jullie gaan daar toch niks van meenemen? Meemaken. Voice mod. Heel even. Deze klaarzetten. Nee. Oké. Even kijken of hij goed staat, want ik hoor hem namelijk niet tikken. Even kleine test, hè? Even kleine test. Test 1, 2. Test 1, 2. Kijk, die doet het. Oké. Heel even hier kijken. Even snel nog het een en ander regelen. Heel even testen. Werkt het? Hallo? Hey, goeiedag. Hoor je me? Kan je mij wel horen? Oké, je mag even op je knieën zitten. Ja,
Goeiedag. Ik zeg hallo. Even kijken, die... Even daar. Kijk maar even. Jullie horen... Oh! Yes. Ja, sorry. Mijn excuses. Top dat je het even zegt. Zo, nou weer wel. Ja, ik gebruik nooit voicemod. Dus ik moet... sommige dingen even goed nakijken hier. Het is wel tof, de clownband ben ik nog niet tegengekomen, dat is nieuw. Ja, voor alles moet er iets nieuws zijn, hè? Tuurlijk. En, heb je er al een beetje schrik in? Ja, tuurlijk, maar ik werk altijd vlot mee met de gangsters, dus dat kijk, is geen probleem. Mooi zo. Stinken de poepies van je? Kijk, volgende auto. Dus, we gaan ook meteen... Oh, oh la la. Zo, dat ziet er goed uit, zo'n pakkie. Ja. Ja. Nou. Even kijken wat die bij zich heeft. Ja. Oh. Ik hoor ook wel politie aankomen. Kun je alvast beginnen? Ja. Zij dat betaalt toch niet slecht, de gijzelaar zijn ook. Nou, je bent al bezig, collega. Oh, ik kan denk ik om een oproep. Waar zijn dat ik even opzet? Oei, kan niet opnemen. Shit. Mag ik je zaklamp pakken? Dat weet ik ook niet. Nee, alleen personeel kan erin. Oké, ik pak ze wel. Maar je krijgt ze anders terug. Ja. Hallo. Hoi. Deze. En ja, dat mag niet aankomen. Die zijn fysiek afgepakt. Nee, die mocht je niet afpakken. Die zijn afgepakt. Dus hey, jongens, mag ik eerst een keer opnemen? Het is precies vrij dringend. Nee. Ik blijf gewoon gegijzeld. Ik ga geen gekke dingen doen ofzo, maar dat ik gewoon een keer kan terugbellen. Zometeen. Wat zei je? Als we klaar zijn. Oké. Ga maar even op de knieën zitten. Ja, ik zal me er langs zetten, wacht. Dat is top, hè. Nee, want ik ga eerst even deze meneer voor je leren. Ja. Heeft die nog wat leuk bij zich, collega? Nee, niet. Even kijken. Hij is advocaat. Ah. Dus dan kan hij ons helpen. Ja, het was erom dat mijn telefoon aan het rinkelen was. Blijkbaar nog iemand hulp nodig. Dus, Ja, maar die pech. Helaas. Ik zie dat u ook dildo's maakt. Dat is het. In deze game kun je dildo's maken. Ja, de politie. Het is er een van die agenten die daar een schone prijs voor geeft. Jongens, voor die dildo's. Ja. Ah. Ik weet niet, voor ook wel personeelsfeestjes of zo waarschijnlijk, maar... Ja, zo'n personeelsfeestjes. Dan delen we die ook gratis uit. Ah, voilà. Ja. Dan sta je dus met twee messen, golfclub, in, voor een bank OV, hè? Is het jawel. Die hoor je toch? Als het goed is, wel. Die goed, was dag, alweer... Meneer, dag, die was alweer aangezet, als het goed is. Die... En wat was hij aan het doen op deze vrolijke dag? Want ik hoor hem wel gewoon goed en ik zie dat hij... Kindjes uit dienst gaan ook. In mijn chat ook, of in mijn... Ik hoop dat het niet te lang duurt, jongen, anders ga ik nummer goed krijgen in mijn hoofd. Nou ja, het ligt eraan hoe ze meewerken. Ja. Het kan snel afgelopen zijn. Jullie horen alleen mijn voice change niet. Het ligt er echt... ja, jullie horen mij niet. Dus mijn voice change past het niet. Zijn er maar vier? What the fuck? Ja? Maakt dat uit? Nee. Ik was één dag even gestart met minder wat. Ja. Nee, we hebben eentje die is aan het werk achter, hè? Ja, daarom. Nee. Ja, we hebben genoeg mensen.
Zijn we naar apen te kijken of hoe zit het? Nee, ze zijn naar clowntjes te kijken. Ja, clowntjes. Dus voor de vrijlating krijgt iedere gijzelaar sowieso 50k betaald. En dan krijgen jullie vrije doorgang. Ja, dat is een goed idee. Betaald met 50k. Ja, hè? De gijzelaar zal ook 50k. Dat vind ik ook een goed idee. En vrije doorgang? Ja, ah, collega. Ja, kom maar binnen. Kom maar binnen, collega. Anders lopen. Ja. Hallo, ja. Ah ja, al die handjes omhoog. Ja, maar dan gaat binnen met die deur. Dat is met die deur dat het moeilijk valt, maar niet. Voilà. Oké, okay. Voilà. Voilà. Hey, wat kan die andere clowns doen? Dus zeker. Is alles oké met mijn collega en met die andere gijzelaar? Ja, ja, ja. Mijn collega is alles tip-top in orde. Maar ik vraag je dat toch niet aan u? Ik vraag aan mijn collega. Ja, ik ben oké. Hey, wil je die collega wegsturen? Hand omhoog, anders gaan we even... En die met zijn werkleer nou. Ja, positief, meneer. Hebben er een rekening in de drank gehad? Ja. Ja, positief. Meneer, ik ga eens even staan. Zeg het, boys, wat willen hun er? Ik kan niet recht staan. We willen die bouwvakken ruilen voor de deur achter open te maken. Alsjeblieft. De deur achter moet open. Bouwvakker, sta even op. Die bouwvakker... deze meneer hier. Die krijgen jullie. Als de deur achter open mag. Ik versta er ook geen kroon van, maar... Oké, jongens, verstaan jullie mij wel goed? Ja. Ja, dat is beter. Oké. Wij willen deze bouwvakker aan jullie geven... in ruil voor de opening van de deur achter... zodat wij de bank in kunnen. Ja, dat ga niet halen. Ah, ja. Dus wij geven jullie deze bouwvakker. En jullie maken die deur open. Welke deur? Tweede deur. Je kan naar binnen stappen, alleen de onderhandelaar. Met je handen omhoog, we laten de deur zien. Zodra er naar een vuurwapen getrokken wordt, is je collega dead op, ja? Hoi, die andere klauw naar buiten. Ja. Wil jij even terug naar buiten gaan? Dat ik ben... met een aspirant. Ja, dat is een opleiding van een aspirant. Dat klopt, dus ik sta hier gewoon niks te doen. Oké, is goed. Ik ben gewoon aan het luisteren. Kan je een dansje doen dan? Een clownsdansje? Ik versta geen woord wat dat is, echt vriend. Kun je een clown dansen? Versta ik nog zeer minder. Collega, kun jij vertalen? Ja, ik versta ze wel. Kun je een clown dansje doen? Een clown dansje? Nee, dat kan ik niet. Ik ben geen danser. Zo, helaas. Ik doe alles voor, ja? Spijtig. Oké, is er nog iets dat je er wil? Dus dat ik toch nog naar daar ga. Die laatste poort open. Ja, en achter die poort, wat dan? Dat is het begin, daarna onderhandelen we verder. Allee, daarna onderhandelen we verder. Okay. Ja. Hij vraagt een beetje geld voor die enorme bouwvakker ook, hè, jongens. Ja, ik hoop dat ik geld heb. Hey, is het advocaatleven hier een beetje goed, of niet? God, moet nog op gang komen, maar ik heb een indruk als ik er zo bezig zie dat ik binnenkort wel wat telefoontjes zou kunnen krijgen. Welke advocaat zit ik? Alain Proviest. Ah, Alain. Bouwvakkeradvocaat voor de bouw. Ja, een beetje aan het verbouwen, thuis gekend dat, hè, man. Aha. Hey, collega. Mijn streamdeck doet het niet met de voicemod. Hoor je me zo beter? Oké. Even snel. Even kijken, staat hij hier aan? Nee. Twee collega's. Als je voor de deur staat. Hey. Als je voor de deur staat. Ik moet even de goeie hebben. Allebei. Even thuis doen. Ja. En gewoon niet. Hey, andere collega's. Ja. Ja? Allebei voor een dansje. Ik kan niet dansen. Ja. Nee. Ik ben naar binnen. Oh, je klopt daar, kinderen. Oei! Okay. Dus, met een probleempje. Ja, er zijn geen problemen. Problemen kunnen opgelost worden. Jawel, dus daarom dat we naar die spoel. Oké. Dus, punt is... Degene die deur kan opendoen, is Cameron niet aanwezig hier.
Ja, dan, kost je, dan gaan we naar de volgende bank. Met je collega's. De volgende bank, maar hoe kunnen we nu... Ik ga er rap eventjes uitleggen, gasten. Die banken kunnen wij niet open krijgen als agenten. Wij hebben daar geen middelen voor. Iedereen dat daar nu achter ons staat, heeft daar niet de middelen voor. Ja, dat gaan we wel. Twee personen in kwestie die die middelen even hebben, zijn nog niet aanwezig. Dat gaan we maar regelen, meneer. Dan ben je maar de gemeente verschuldigd te maken. Oh, wat? En dat dan nog een keer? Nee, het is op komst. Ah, maar... Ja, oké. Dus ja, we gaan toch iets anders moeten regelen. Niet ons probleem. Je fixt het maar. Wat moet ik zeggen? Oké, ik zal het melden. We hebben alle tijd, hè? We zijn een bank overval aan het doen als clown gang. Ik wil mijn collega's meewerken, pluizig vriend van me. Woehoe! Noem je mij nou pluizig? Ik weet niet dat je dat moet. Pluizable! Woehoe! Ik doe ook wel eens pluisje. Kom, we gaan samen dansen. Dat kan jij wel, pluizable. Er is maar één persoon die we die constant pluizable noemt hier in de stad, jong. Ah, wie zou dat kunnen zijn? Ja, ik weet zijn naam niet, maar ik weet wel. Oh. Als ik hem zie, dan weet ik het wel. Maar pluizable. Zijn schermisjes op. Er is ook een cavia in uw haar. Cavia op de kin. Dat klopt niet. De rest van de collega's hebben dat niet. En nu wel. Kijk eens een beetje koffie staan drinken, jongens. Dat is toch geen zo'n weinig om jouw leven te halen. Wat dan? Moet ik even vuurwapen trekken? Nee. Misschien gaan ze dat actie ondernemen. Liever niet. Over alsjeblieft. Het was ontgrendeld nu of wat die deur? Overpakken. Ja, ik denk dat hem open is. En niks laten merken. Onthoud dat, ja? Oké. Goed. Helemaal. Mannen, je moet wel zorgen dat je natuurlijk je eigen materiaal bij hebt voor de bank te doen. Die deuren openen, voor een hostage te ruilen, dat kan. Maar dat is wel bij Paletto Bank of Pacific en niet bij deze kleine. Dus als je graag een bank wilt overdoen, dan zult je eigen materiaal moeten meenemen, dus sorry. En wat is eigen materiaal? Ja, dat je zelf je materiaal voorziet voor de bank open te doen. Dus je wilt dat niet eruit voor je collega die ik hier in je band heb? Ja, joh, ja. Hij snapt ook, als we dat voor jullie gaan doen, gaan we dat voor iedereen kunnen gaan doen. Ja, maar ja. Ik heb je collega. Weet niet wie er voor belangrijk is. Zo kut, collega. Ik weet dat een dagje vrij lekker klinkt. Ik ga van horen. Ja. Hou ze in de gaten. Ik hou ze in de gaten. Domrekken, ze hebben dus niet gehoord dat die deur open is. Achter. Ja. En dat zijn dan de politie? Ja. Het is allemaal een beetje simpel, hè. Met een beetje begrepen. Ah. Ja, en sommige zijn nog simpeler dan... Jouw leven is dus niet belangrijk. Nee, dat is een beetje jammer. Ja, maar ik moet begrijpen als dat hier open gedaan wordt, dat we dat voor iedereen moeten gaan doen. Ja, dat begrijp ik. En als je wilt, kun je naar de Pacific op Palito rijden. Ja, dan gaan we zo meteen nog naartoe. Alsjeblieft, laat mij gaan, jongen. Ik kan hem goed te krijgen. Huh? Van de mama of van het vrouwke? Ja, van de mama. Zeg maar dat het de clown was. Hoe gaat ze die geloven? Charles, dat ik als excuus kan gebruiken, dat ik voor school bezig was. Jongen. Ja, je bent gewoon heel goed bezig met je schoolwerk. Ja. Oh, prachtig dit. Kijk, morgen mocht je dat doen, hè. Dat is mijn laatste dag school, vakantie. Maar vandaag... Komt minder goed uit, joh. Nou, heb je een slechte dag gekozen om in dienst te gaan? Ja, ik kijk wel even in dienst mijn kop leegmaken, maar ja. Dat heb ik ook. Het gaat heel goed hier. We hebben nu wat tussen je ribben zitten, dat is wel een ding. Nee, liever niet.
En ik heb hier ook nog twee boormachines, dus pas op. Oh ja, ik zie het. Die heeft de bouwvakken voor ons meegenomen, dus nog bedankt. Ik wil aan bouwvakken. Wel makkelijk dat ik de bouwvakken gepakt heb. Jazeker, zeker. Hey, bouwvakken of de politieagent? Ja. Luister eens even duidelijk, heeft een van jullie toevallig een jointje van mij? Nee, ik heb het spijt. Wat was dat, joh? Oké, dan ga ik wat stressen. Collega, collega, ik heb er een. Oh, ja toch? Oké. Okay. Even wat minder stress. Die heb ik nog steeds niet, Lotte. Helaas. Die moet ik nog steeds halen. Positief. Vrije doorgang vandaag. Enigste wat we willen doen. Pop, pop. Pop, pop. Zeg, ja, vergeet die 50k voor... Vergeet die 50k voor de bouwvakker niet, jongens. Nee, we gaan ons best doen. Dank u. Als het moet vragen hoe we geld voor de collega. Als je wil, pak hem met dat ik vast. Eventjes de dolk moeten hebben, jongens. Nee, deze collega heeft geen tijd voor jullie. We willen het heel simpel doen, we doen het gewoon heel makkelijk. We willen 20k voor beide en vrij doorgaan, zonder spijkerstift, maar daarna mag jullie achterop. Je wilt wat? Ja, 20k voor je collega en voor die bouwvakker. 20k voor onze collega? Zoveel, ja, je bouwvakker. Is dat maar zoveel waard? Oké, 50k dan. Kill. Ik zijn miljoen waard. Nog eventjes mogen wachten, want onze chief is momenteel bezig met iets. Nou, vooruit. Is jullie probleem aan het proberen op te lossen? Wij lossen onze problemen wel op. Maar ik wil gewoon gaan. Ik geef het op. Ik ga jullie de mensen terug. Ik heb geen zin meer om hier te zitten. Ik word er depressief van. Ik wil weg. Wat doet hij? Hey! Mogen jullie voortgaan? Wat voor een idioot is dat? Dat is een lekkere hersenloze. Dat is een goeie. Dat is geen goeie. What the fuck? Dat is zo'n goeie. Hé, wat doe je aan je? Wat doe je aan je? Hij is ook naar bank aan het overvallen, jong. Ja. Dus wat ik ga zeggen is jullie, jongens, hij gaat ook geen bank gaan doen met vier motto's. Zo werkt dat niet, hè. Of heb je hem? Ja. Ik weet niet wat dan jullie van plan zijn met vier motto's, maar met vier motto's gaan jullie niet vertrekken. Of gaan jullie allemaal in één motto starten? Dan gaan we met twee. Of we gaan op één motto allemaal starten? Dan gaan we op twee motto. We zijn clowns, maar met z'n allen op één motor gaat het niet worden, hè? Als jullie op één motto willen kruipen, dan mocht je wel dat doen. We gaan op twee motto. Nee, maar geef ons nog twee minuutjes. We zijn trap aan het oplossen, dan gaan we het straks oren. Is het goed? Ja, we gaan jullie en anders, achter. En anders mogen jullie vertrekken, is dat goed? Mm-hmm. Oui, oui. Timer is gezet. Boys, voor een kleine... Luister eens even, boys. Voor een kleine bank wordt er geen fliek gegijzeld. Niet voor materialen. Dus je liever die fliek laten gaan. Enkel voor grote banken mocht je dat doen. Ik zeg dat je enkel voor grote banken een fliek mocht ontvoeren. Dus oftewel, ik kan zichtbaar komen als je het wil. Ja. Je liever die fliek te laten gaan, enkel van grote banken kun je een fliek ontvoeren en materialen vragen. En wat mag allemaal van die fliek pakken? Voor de fliek, geen wapens in ieder geval. Als een kogels losbij heeft, moet er kogels van pakken. En dan mag ik wel zijn handboeien pakken en zijn zaklap en zijn wapenstok of niet? Een wapenstok sowieso niet, geen wapens afpakken. Handboeien, ja. Handboeien moet ik voor mij eventueel wel afpakken, ja. Maar je mag geen materiaal vragen voor een fliek. Dan vragen we het lekker voor de bouwvakker. Maar zaklamp mag ik wel. Ja, een zaklamp als je wilt gewoon. Maar uit de rekening met volgende keer enkel voor een grote bank. Mocht je een fliek pakken voor materiaal of whatever. Of eisen te stellen voor een deur, maar niet voor kleintje. Blijf iemand met wapen op de bouwvakker? Nee, geen probleem. Ik moet het niet moeilijk doen, maar ik moet het wel even zeggen. Want anders gaat iedereen een keer flikken beginnen gijzelen voor banken op te doen. Deze agent is kogelswijzer.
Als hij geen losse kogels bij heeft, ja, dan is dat pech. Als je chance hebt, heeft er hem wel bij en dan moet je die pakken. Maar dan deze zal slim genoeg zijn. Staf, die komt even kijken. Even een beetje extra uitleg geven. Eerste keer in deze stad dat we een bankhoofdje doen. En de Belgische mensen hebben toch net wat andere regels, zo te merken. Dus hey, oké, okay, maar Svenne. Om weg te komen moeten we met twee motoren, hè, boys. Vergeet dat niet. Perfect, maat. Merci. Ik zou zeggen, doe een dikkere bank. De mogelijkheid is er, denk ik, als je al een wapen hebt. Ja, we hebben er wel één. Maar de grootste moeten er twee. Ah ja, dat is waar. Met hoeveel motoren mochten we wegkomen? Ja, kom op. Twee. Dan gaan we laten flik maar gaan, Stefan. Twee maar. Twee. Twee motoren, maak er anders drie van. Kloeiers, ga even naar binnen. Oh. Ik zie die agent niet, ha. Oh, nu wel. Ja? Wat? Twee motors maar. Dat is wel jammer. Ja, we gaan gewoon met twee. Maak er drie van. Drie, oké. Okay. Dan zet je gewoon de buit. Collega's, kom eens even. Ja? Neem die hostie even mee, neem die hostie mee. Luister, collega's. Hey, luister. We moeten alles aan één collega geven. Als we drie motors kunnen regelen, alles aan één collega op één motor, die komt weg, de rest safe. Ja. Juist. Is goed. Wie gaat? Wie doet dat? Dus hand omhoog. Ik wil best wel alles op zak nemen. Is goed. Ja. Zij, waar de clowns, zou ik mijn paspoort en mijn rijbewijs en mijn advocatenpas en zo kunnen terugkrijgen? Later. Zeker. Vorig jaar, als je je bek open gaat trekken, een weekje te vinden. Nee. Als ik de spullen moet krijgen, dan moet je hierheen komen. Geef dat van onze collega. Luister, jij. Hier komen jij. Hup. Poef. Of zo, ik heb een advocatenpas niet, kan ik jullie verdediging niet doen ook natuurlijk. Hè. Nee. Even terug. Hey, goeie avond, El. Ja, allé? Hagi is in België. Hey, is toch leuk. En meteen overval plegen. Maar goedenavond, Astrid. Welkom. Hoe was de vergadering verlopen? Zag u dan? Ik, even voor jouw welzijn, ik zit in een Belgisch server, dus mensen spreken ook Belgisch, Vlaams. Dus, Hou wel een golfclub bij. Nice, all in one. Ja. Ik ben goed in honkbal. Ja, die kunnen ze niet, hè? Oh, wacht. Onderhandelaar. Als hier zou zitten. Kaasten, hoe zit het dus? Ja, ik ben hier, ik sta, ik zit niet.
Wat lief? Niks. Hij zit. Zit. En is die deur nu open of? Ja, wij willen graag verder gaan. Wij willen weg. Is die deur nu niet open? Jawel. Normaal gezien is de deur open van de bank, hè? Ik wil gewoon weg. Hij is open. Ik wil weg. Maar hij is open. We hebben daar waar hij vroeg, dus. Wij willen vrij doorgaan. We krijgen deze klauw. Ja. Ah, dus je wil nu al vertrekken. Oké, okay, ja. Maar wat gaan we nu vertrekken? De motoren. Drie. Graag met drie motoren. Twee doorgaan, drie motoren. Ja. Dat gaat niet lukken, jongens. Dus dan vind ik drie wel redelijk. Niet zo lukken dat hij dood. Tuurlijk gaat het lukken. Dat gaat niet lukken. Drie motors gaan niet in, dat gaat niet gaan. Jawel, dat is één staan voertuig of één motto. Ja, maar we hebben geen auto. Porsche Panamera Turbo. Staat daar een auto? Ja, dan willen we die BMW van jullie. Ja, dat gaat ze. Dat lukt zeker niet. Porsche Panamera Turbo. Oeh. Wacht, geef mij twee seconden. Eén. Die Porsche Panamera Turbo die gaat 300. Ja, die auto van nu gaat 277. Lekker bezig. We made it on the news, boys. Wat is er? Ja, het is even wat anders. Gezellig, even de kleinoot hangen. Jazeker. Oeh, dat is niet fijn. Astrid, dat je ziek naar huis bent gegaan. Jojo. Hij komt. Hij komt. Oh, Inda. Kijk, goed nieuws. Ja. We mogen met drie motors vertrekken. Hoi. Kijk, dat met is drie, goed. Hè? Hey, leg die spikestrip eens even weg. Maar niet die zwart. Leg die spikestrip eens even weg. Maar nee, lijkt dat ik net zei, dat is voor die zwarte. Die zwarte mag niet. Je hebt er daar nog drie staan, hè? Dat is precies iemand zijn motor. Dus hoe wil die dan op zijn motor weggaan? Ja, maar ja. Oké, maar kom goed. Zeg dat. U mag met drie gaan. Zit geen kenteken. Let op, Paul. Vrij doorgaan. Mike, hey, luister. Vrij doorgaan, geen spijkstrips. Maar ik wil wel even de sleutels aan iemand geven. Van mijn motor. Ja, tuurlijk. Oké. Dus, ik loop mee. Nog niet gaan. Oké. Okay. Wij gaan ons klaarmaken. En wanneer we zeggen, ja? Als ik kom zeggen ja, dan mag je dat doen. Okay? En heb ik mijn documenten terug, beste clowns ondertussen? Ja, die heb je terug voor mij. Oké, okay, super, dank u. Wie gaat er met z'n tweeën? Luister. Ja, ik ga wel met Ron. Wow. Ja, maar toch. Dat was. En wij zijn in de troep? Si. Midrive, U-drive? I-drive. Mac-drive. Ja, dus vind je er mooi naar je motto. En op het moment dat er wieuw is, hè? Ja, mm-hmm. We gaan in de motor stappen. We laten de hoofdfiets binnen, ja? Eerst sleutels. Sleutels, 8-3. Hey, hallo, sleutels. Heb je sleutels? Nee, ja, post. Nou, ga je bij mij? Dit voertuig. Ga met mij? Nee, sleutels! Schuif, op schuif. Oké. Piklokken. Oh, wie is die? Dat is niet voor mij. Ja? Piklokken. Heb ik je zak? Dit gaat wel een beetje fout. Groen laten staan. Wacht. Ik heb lockpick. Moet jij lockpick? Ja. Kan jij toch motor rijden? Of moet hij hem? Clown, collega, kom hier. Oh, wacht. Kijk, Willy, kom een omdraaien. Wacht, Willy, kom een omdraaien. Ik ga een beetje warm staan.
Je moet niet bij mij. Je moet eigenlijk, ja. Wie is dit? Hagi. Waarheen? Rechts. Rij een rondje. Rij gewoon rond die bank nog even een beetje rond. Dan pak ik dadelijk gewoon mijn motor. Oh, oké, okay, is goed. Dan ga ik zo terug. Nee, laat maar. Rij gewoon, joh. Is goed. Had jij bij of niet? Nee. Top. Probeer steegjes te pakken. Ja, ik zit even te denken waar. Ik ben alleen heel erg gestrest. Ik niet. Ja, je moet echt steegjes pakken. Je pakt open wegen. Ja, ik zit te denken waar. Auw. Sorry mannen, ik heb er maar op. Maakt niet uit. Laat maar rijden. Ja? Oké. Drive. Heb je ook? Oké, go. Doei doei. Thank you. dit is wel. Nee, klopt. Maar als het goed is, weet hij betere weggetjes. Dus hij mag het doen. Dit was ik vergeten. Dit mag ook. Dit soort ongein. Slim. Halt, stop, politie. Ja, dit had ik dus niet gered, hè? Schuifrek. Niks achter ons. Oh. Nee, ik zit nog steeds voor Fortis. Alleen vandaag ben ik even op vakantie hier in België. Ik had even iets anders. Ik wou even wat afwisseling. Dus daarom zit ik op dit moment hier al. Het ging maar echt goed allemaal. Ja, je hebt hem goed onder controle. En beter dan ik. Leer dat zelf veel op motorrijden. Dan kom je allemaal weggetjes tegen. Ja, daarom. Maar ik rij nu veel motor. Ik zal mijn voice change er even uitzetten. Nee. Zo, dat is beter. Nee! Brrr.
We zijn ze kwijt. Ik ga denk ik mijn allerbovenste kleding uitdoen en dan in de auto. Ja, is goed. Die, die, nee, die, 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 die. Oké, die. 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 Ja, wacht even. Wat is die laatste? Geweldig idee. Wat is die, hoe heet het? Die parachute. Back off. En die shell? Nek. En dan die broek ook. Zo. En rennen voor ons leven in ons onderbroek. Ja, hij had het ook al. Momentum. Ja. Je hebt hem bijna? Ja. Nice. Ja. Oké. Nog niet? Nee, hij is gelukt. Ja, maar rode auto. God, hij heeft hem wel. Lukt het toch? Waar is je appartement? Waar is je appartement? Naast, hoe heet het? Ziekenhuis. Nou, dat was makkelijk. Ja. Dat was leuk. Grappig. Nou, oké. Ja, goed. Maar dat is wel simpel eigenlijk. Maar je mag dus maar twee motoren dus. Goed. Ja. Denk het wel. Dan zetten we ergens anders gewoon weer motoren nog klaar. Yep. Gaan we zometeen nog poging doen met, ergens? Doen we met of cocaïne gebruik om naar je motor te rennen. Ja. Dat is wel slim. Wacht. Nee. Maakt niet uit. Doe je schoenen uit. We zijn beroofd. En ik ben neergeslagen. Hallo? Hallo?
Hallo? Help. Kan iemand mijn vriend helpen? Help. Help. Kan iemand mijn vriend helpen? Is hier een ambulance? Waarom heb je geen kleren dan? We zijn beroofd. Alles is gepakt. Alles. En hij is neergeslagen. En nu die? Yes, ik denk dat hij best gewoon aan de balie legt als er geen dokter is. Ja, oké. Dank u wel, meneer. Alsjeblieft. Meneer, heeft u iets op uw gezicht gehad? Negatief. Oh, u ziet er een beetje blauw uit op uw gezicht. Oh, bij mij niet. Sorry. Oh, gelukkig maar. In het midden. Oh, hey. Zo. Hey man, je moet op Amsterdam gaan spelen, man. Ik kan je een leuk plekje aanbieden in de onderwereld. Hey, luister. Ik zit nu in principe aankomende woensdag ook even in een andere stad. Maar dingen kunnen altijd in overleg uiteindelijk gaan. Die kant op. Nee, verkeerde kant. Ja. Verkledenwinkelmaat en verkleding kopen. Ja. Gelukkig woon ik hier vlakbij. Oh ja. Maar, wacht even. Misschien heb ik wat in mijn kledingwinkel wat voor jou liggen. Bel maar aan. Ah, kijk. Hallo. Hey. Hey. Dit is echt leuk. Heel ervan. Ja, snap ik. Ja, kledingwinkel, klein kast zit hier. Die. Zo. Ho. Zo. Even. Ja, die zou ik niet op ze hebben. Ja, ik kom eraan. Ik ga met je mee. Staat die auto er nog? Nee. Nee, maar gewoon een motor. Ah, die wil ik wel hebben hoor. Hartstikke idee. Nee, ik heb geen sleutel van dit voertuig. Jij wel? Nee, ik ook niet. Nou ja, dan niet. Dankjewel voor degene. Maar één klamer was uit het ziekenhuis. Ja, ik denk dat dat... de Big Boss was. Ja. Ian. Waar ben jij? Oké. Ik ga even jointjes halen ergens hoor. Ik ben aardig gestrest van daarnet. Hoe is die andere gepakt, joh? Standaard porto zitten jullie? Ja. Oké, ik kom er even aan.
heel even moet ik van scherm veranderen. Helaas. Maar dat is iets wat ik heb afgesproken, zodat de Porto niet in de stream terechtkomt. Nee. Welke was het? Yo. Welke was het? Streamgeluid staat uit. Yo. Hallo. YOLO, YOLO. YOLO, YOLO. YOGO. Even roken. Even roken, jij. Zo. YOLO, YOLO. Waar moet je heen, collega? Ja, waar is het trefpunt? We moeten volgens mij een andere collega ophalen, zometeen. Ja, dat wel. Ik denk dat ik even ga trainen dan in de tussentijd. Want we moeten toch even wachten. Oh ja, ik moet... Uithoudingsvermogen en kracht. Ik heb geen fitnesspas bij me. Jij? In de glovebox. Ik ga al even vuilnisbakken pakken. Ja, die vind je toch wel. Oh ja, kan ook. Ja, ik kan hem ook kopen. Ja? Ja. Waarom kopen als je hem kan vinden? Hey, boys. Ja, ja. Heeft één van jullie alles hier gegymd? Wij zijn bij de gym. Hey, frituur? Zij wil een friet speciaal, hè? Er is zeg maar één probleem. Ik heb het alles wat vaker gedaan, ook tot 100% qua van alles, zeg maar. Maar het slaat niet op. Oh ja, bij mij wel. Ja, bij mij gaat het tot 20%, niet verder. Ja, nou boeien. Het gaat wel verder op dat ene moment. Maar voor de rest niet. Oké. Okay. Waar is je shit? Ik ga gymmen. Ja, oké. Okay. Alles voor de games. Parkour! Ja, volgens mij waren deze grote niet zo. Even kijken of ik nog wel kan vinden. Kijk, hartstikke idee. Doorzoeken. Weg mee. Een loterijkaartje. Hey, zal het geluk brengen? Zal dat loterijkaartje geluk brengen? Zullen we eens kijken? Aantal gebruiken. Nog één. Ah, helaas. Helaas. Goeiedag. Hey, zwaar. Hey, jongen. Hey, zwaar. Is wat. Wat vind je van mijn outfit staan? Ja, eentonig. What? Wat vind je van mijn... Ja, hoe moet ik het zeggen? Ga je golven? Nou, echt hè?
We had sex in your car? What the fuck? Even kijken, dan moest ik... Raar, ja. Kijk, honkbal. Boom. Wow. What? Nee, wow, kijk een vliegen. Nee, ik moet me even kwijt. Hoe roken. Wow, joh. Ja, die gaat ver, hè. Even dumbbells roken. Kan ook altijd. Wow, kan er niet kwijt. Oha. Hè? Maar oké, er is dus één iemand opgepakt. Ja. Dat is balen. Dat zal het patroon zijn, hè? Aha. Hoe kan zo'n ding stuiteren met al die gewichten erin? Nog geen succes voor mij. Moet je mijn pas anders even lenen? Nee. Hey, ik kan praten. Wie praten? Ik thuis. Wat is daar dan? Ja, daarom. Ik ben er maar tegenaan gelopen. Dan stopt het. Doe eens even normaal met yoga. Ah, de boel, man. Middelbaar hersenmiddag, gelezen maar eens. Bezig met trainen. Ja, je moet wat. Komt omdat die dubbel te verkeerd zit. Want hij gaat me aanvallen, zie je? Hij gaat me aanvallen, hij gaat me pakken. Even tijdens de... Ach, Jander. Ah, oké. Okay. Doeg. Twitter. Nog een leuke foto van de flikken. Want zo heet ze hier, oh. La flikken. Oh ja. Even weglopen, zo we weer terug gaan. Ik ben er gewoon eentje aan bij mijn huis. Serieus? Ja, joh. Oké. Okay. Ik woon in de buurt. Hey, careful! Ja, alles staat weer mooi op de plek. Ja, ik heb geen sleutel ervan. Ja, maar... Hier kan je dus zien hoe en wat. Duiken, kracht, nou, uithouding. Rijvaardigheid 1%, schieten 0, wheelie 0. Oké, welke zou ik uithoudingsvermogen meer kunnen doen? Ik denk niet echt hier. Gaan we yoga. Waarom niet? Even bij yoga. Huh.
Was wel even stress opwekkend deze avond. Astrid, ik heb trouwens als iemand voor mijn frituurpan, jij tegenwoordig ook. Als iemand vraagt voor mijn specificaties, heb ik er twee. Space, S, uitroepteken, S-P-E-S, C-S, dat was hem. Gewoon die. En twee volgens mij. Dat zijn dan bepaalde dingetjes die je dan kan zien. Ik moet even goed nadenken. Ik moet even terugkijken of dat allemaal wel klopt. Dus, twee. Ja, die juist. Volgens mij wel. Juist. Dat is monitor, geluid. En de gewone space is dus mijn PC voornamelijk. Jammer dat hij hem er net niet achteraan plakt. Zo moeilijk is dat niet. Maar ja, blijkbaar wel. Oké, die pakt hij. Ja, die pakt hij ook. En al wat bekend over Elbertron. Nee, denk het niet. Die kan trouwens uit op het moment. Heel even hier ook kijken. Media. Media, media, media. Kijken of er nog wat leuks hebben neergezet. Ik heb een generatie 10. Ik heb niet eens meer een gympas. Serieus? Wil je die van mij even? Nee, ja, ja. Je eigen terug. Gewoon goed, ja. Maar al wat bekend over Elbertron? Ja, volgens mij is het gewoon vast. Jammer, jammer. Ik zit echt te denken, misschien kan ik gewoon uitbreken. We kunnen het proberen. We kunnen het proberen, waarom niet? Er is toch gewoon gatecrack dan, denk ik. Ja, toch? Ja. Yo. Yo. Goedendag. Alles goed? Jazeker, met u? Zal wel. Schone motto. Dank u. Die van u ook. Dank u. Geen bescherming aan. Geen beschermende kleren aan. Nee. Een waaghals, hè. Wat zei je? Een waaghals. Als ik val, moet ik het voelen. Ah ja, dat snap ik. Ik heb al een beetje te veel gevallen, dus ik dacht van, we gaan het toch maar doen. Zeker als je de bergen wel eens beklimt. Dat heb ik nog nooit gedaan. Is dat een beetje leuk? Ja, dat is wel leuk. Zeker dat er blauw achter jou hangt. Ah, ja, dat ken ik. Dus ja, wel een goede tip. Dankjewel. Ja, Noorden is altijd wel handig ervoor. Zeker met zo'n motortje als wij hebben. Jazeker. Die zijn niet super snel, maar ze gaan wel goed. Ja, ze gaan snel door de berg heen. Ja, sowieso. En er is geen ene flik dat u daar volgt. Geen ene. Ja, en geen kenteken. Ook al. Maar ze kunnen het wel controleren, ze. Ah, oké. Okay. Ja, dat is wel jammer. En dat doe jij zoal in de stad. Beetje van dit, beetje van dat. Beetje van dit, beetje van dat. Ja. Ben je aan het kijken? Is het een groep of... Nee, ik certificeer mij als een freelancer. Mm-hmm. Ik doe een beetje van alles. Ik doe met iedereen wat, zolang het gezellig is. Dus zo, is die motor ook uit. Oh, super. Even kijken. Nummer ook maar even. Kijk eens,
Ah. Zaken. Mijn naam is Harry Handig. Ja, ik heb hem gehad. Ja, en zaken moeten wel even gebeuren ook in de tussentijd. Ja, dat zeker, dat zeker. Ik zou je niet meer te lang blijven hangen dan, want Blauw kan wel eens onderweg zijn. Kun je even zo'n zaken ook doen? Alleen maar gezellig. Ja, ik heb wel het een en ander. Een tip aan de pier. Loopt heel veel volk. Altijd. Oké. Okay. Nou, super om te weten. Dankjewel. Ik ga weer even verder. Als je iets nodig hebt, dan moet je me even een belletje geven. Komt helemaal goed. Oké, okay, top. Hey, Harry. Hey. Hoi, hoi. Ga jij doen, aha. Hey, Terry. Zeg dat nog eens 4 keer achter elkaar. Goed zo. Ah, ik heb net een nummertje van iemand gekregen die zaken doet met drugs. Zwart motorpak, heeft dezelfde motor als ik, dus we hebben iets gemeen. Maar ja, ik wil kijken of we Elbert Ron eruit kunnen halen. Waar ben jij? Hallo? Even kijken, willen we aangehouden worden? Nee. Moet ik even naar een kledingwinkel. Ga ik toch maar even een helm halen. Waarschijnlijk is niemand bezig. Voor een gatecrack, lockpick. Ga ik even snel voor een helm kijken. Daar. Zo. Die staat hoog, die staat hoog. Even kijken. Dan moet je heel ver. Oh, dit zijn maskers natuurlijk. Oké. Okay. Ja. Ja, ik moet af en toe... Probeer vriendjes te maken. Ja, hey. Ik heb net al iemand gevonden. Ik ga me zo meteen even omkleden. Die moet ik hebben. Ik wil alleen even voor de zekerheid die. Bevestig. Zo. Allee. Dan kan ik gewoon op de motor rijden. Sorry. Want ah, cue parking. Nice. Ga ik even wat
illegale supplementen van thuis meenemen? Ophalen? En dan ga ik even zelf wat geld maken. Ja. Zo. Zo. Maar het is toch ook goed om vrienden te maken. Ja. Ik moet de alt-spier gebruiken en dan appartement binnen gaan. Zo. Nou zeg. Hey, frituurpan, kom op. Let op. Ik ga vrienden maken. Ik ga heel veel vrienden maken. Oh ja, die gaan die kant op. Melk, die had ik hieronder ergens staan. En ik had nog een lolly. Lolly. Heb ik er ook al 17 van. Ja, dat snap ik toch ook wel. Waar gaan we mee beginnen? We gaan met Morning Glories beginnen. We pakken het rustig aan. Hè? We gaan niet meteen met alles op zak lopen. Ik moet even kijken hoe ze reageren als ik in deze uniform sta. Oh. Zo. En, oh, gelukkig. Is goed, Lotte. Fijne avond. Goedenavond, Damien. Nou ja, ik denk even wat anders. Andere dingetjes, andere content. Hè? In Fortis was het op een gegeven moment namelijk grotendeels bitcoin miners doen. Dus dankjewel. En autorijden en dat soort ongein. Dus gewoon even, Harry is even in België. Om het zo maar te noemen, even lekker op vakantie. En dan, ja, gewoon even wat anders. Mensen waren meteen al bang dat ik een ban had. Nee, dat niet. Gewoon even wat anders. Moet toch ook kunnen? Kijk, in België maakt het me niet zoveel uit om aangehouden te worden. En dan gaan we hier staan. En dan gaan we. Tien. Helemaal prima. Alsjeblieft.
I am Busley. Ah. Jazeker. Harry Handig, tot uw dienst. Goedenavond. Raaknok. Hoe is het ermee? Welkom, gezellig. Hey, nou super. Ik ben blij dat je het leuk vond. Het is een keer wat anders, toch? Ah, ik heb geen drugs meer om te verkopen. Ah, ging snel. Ben te ver weg? Ja, het zal wel. Het is alleen maar leuk. Voertuig gesloten. Ik moet alleen even kijken voor de... Hoezo? Zij toch lekkere billetjes, Astrid? Zij toch lekkere billetjes? Maar Carlos, wij moeten ook nog een beetje wennen hoe sommige dingen lopen hier al. Daarom hadden ze blijkbaar een agent gepakt wat eigenlijk niet mag. Sorry? Dus. Ja, maar dat heeft hij in principe ook, hè? Hij heeft een astronautenpak aan. Kikkerbilletje. Ja, ze zijn wel heel erg groen. Dat wel. Buzz Lightyear. Zo. Ik heb in ieder geval weer wat centjes gemaakt. Nou gaan we voor de volgende inhoud. Kijken of dat een beetje gaat werken. Een beetje heel erg lag. Oeh, dat is jammer. Dat is jammer. Nou, hopen dat het zo meteen een beetje opgelost wordt. Er zijn er maar 17 en 9, hè? Zou ik... Die... Hij blijft heel erg haperen. Of ligt dat echt... Even kijken. Internetverbinding is het niet. Dat niet, dat niet, dat niet. Ik heb even op dit moment geen idee. Misschien moest hij nog even bijkomen. Ja. Ik ga heel even kijken waar die drop vandaan komt. Nou. Het ziet er wel heel raar uit hoe die loopt, hè, met die legging aan de Astrid. Zijn mensen nou weer met een overval bezig?
Yep. Ja, stiekem vindt Astrid het wel wat, ja. Ik ga eens kijken hoeveel mensen er lopen bij Grote Bank. Oh, ook behoorlijk wat. Nou, ook aardig druk. Kijk, dit komt meer overheen, hè. Zo. Mexicaanse truffels, alstublieft. Ja, sorry meneer. Yo, what's up? Sorry, was niet de bedoeling. Ja. Oké. Hoi dames, jullie iets? Truffels. Paddenstoelen. De paddo's, ja. Hé hey, meneer. Wilt u wat? Nee. Nee. Je hoeft het niet door te vertellen. Het staat op heel internet nu. Even extra inzoomen voor je, Astrid. Zo. I picked up the baby powder for your chafing. Je wordt lot. Ja, zo kan wel. Nou, vind ik een mooie prijs. Loop maar omheen. Nu wel, ja. 4. Nee, is te weinig. Allee, de vlekken komen niet. Helaas. I am Buzz Lightyear. 6 Hollandse truffels. Kijk, die hebben ze hier tenminste wel. Ja, pardon. Staat hier wat leuks? Leuke ansichtkaart of zo. Ja, 3 Hollandse truffels. Dat zijn lekkere prijzen. I am Buzz Lightyear. Come here. And I sell you that you can go to the moon. Oh, het is niet toegankelijk nu. Oké. Dus als ik aan het corner cellen ben, dan lukt dat niet. Hi Dad, oh. How are you? Philippine mushrooms. I love them. Yeah, Dad, I went to the dentist. Hey.
2, ja joh, is prima. Koop maar. Ik wil er vanaf. Oh, nog niet. Nog niet leeg. Jij? Hey, yo, vriend. Jij hebt pas kopen? Nee? Oké, dan niet. Hallo. Nu kan ik er wel in kijken. Ja. Oké. Nou, ba. Ja. Hier, pak maar. Well, I think Honker Wing's an actual attractiveness, but... Ja. Wegwezen. Vraag me alleen af. Zal dat Daro nou een NPC zijn? What's up? Hey, buddy. Yo. I'm your buddy. I'm your buddy? Okay. Thank you. Good day. Hallo? Buddy? Oh, you're my buddy now. Een Hawaïaanse paddo. Nou, mooi zo. Hoi. Hey, honey. Guess what I got from the dock. Ha, paddo's. What, you smoked out of something? Ja, jou interesseert het niet, hè, paddo's? Nee. Vind ik jammer. Ik heb ze. F you too. Dus. Wie wil? Ik heb nog. Oh. Nee, ik heb niet meer. Even naar de bank. Even naar de bank. Zo. Oh, hier. Zo, 41. Maar, dames, ik ben even vandoor. Spreken we... Zo nog wel, denk ik. Ah, helemaal goed. En waar zijn de heren dan? Frituurpan. Nee, slecht dat je het alleen bij dames houdt. Hè? Het is meerderheid. Dames, heren en trans. Misschien wel, dat weet ik niet. Hij in ieder geval enigszins een beetje wel met zijn lukking aan. Dus, hé. Hey. Is nog iemand in leven? Nou, ik hoop dat die agenten... Ja, nee, klopt. Wat is het nou? Ja, nee, of klopt het? Weet je, je zegt nu drie dingen. Gesloten. Weet je, je zegt nu drie dingen tegelijkertijd. Nee, dat kan dus niet, hè? Ja, tuurlijk ligt het eraan wie te kijken. Nou, ik kijk, jij kijkt. En voor de rest weet ik het niet. Want ik heb de teller uitgezet. Kaal kopjes. Ik hoop dat die een beetje goed verdienen. Ik heb er veel. Bus Lightyear gaat weer spul verkopen. Best grappig.
Is goed, man. Je weet niet wie ik ben. I am Buzz Lightyear. I am here to save the world. Woohoo! Oh. Nou is die gewoon leeg. Ja, volgens mij begint het ook avond. Oh, kijk, het wordt alweer drukker. Textzone. Oké, ja, ik heb belasting betaald. Dus, gaan we kijken wat deze opleveren. Wie is dat? Wie is wat? Dit is Buzz Lightyear van Toy Story. Op naar de sterren en daar voorbij. Oh, ah, nou, dat is aardig van je. Ja, nee, ja, dankjewel. Fijne dag nog. Hoi. Tjus. Tot ziens. Alleen, manneke. Je bent te ver gegaan. Gaan we even aan die kant staan. Moet nog heel erg wennen. Jammer dat cornerseller niet stelen. Nee, oké. Ja, ja, is goed, dankjewel. Hè? Ja. La da 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 da. Wij zijn Buzz Lightyear vanaf de sterren en daar voorbij. Woehoe. Monkey. Ah, oh, vind je het zo leuk? Nou, ja, super. Ja, nee, is goed. Ja, super. Dankjewel. Dankjewel. Fijne dag nog. Tjus. Hey, goeiedag. Ah, ja, ik heb nog ineens wat gezegd. Je vond het al leuk. Ja, loop maar even door. Het is te weinig. Dat was te weinig. Dus. Ja, baasje is eraf. Oh my god, are you... Baasje is eraf. Yo, gamakas, daar was je er weer, jongen. Was u er weer? Fucking shit, hello, bitch ass! Gezellig. Nou, oh, nog 28 truffels. Dus ja, het was af en toe een beetje. Vossendaal. Zo moeilijk is het niet. Maar. Ik weet ook niet hoe het met de rest zit. Wacht even, even kijken. Nee, is veel te weinig. Even kijken. Stupid dick! Hey, sorry hoor. My turn, motherfucker. Nee. Fucking shit! Bitch ass! Oh. Hey, dude. We'll see about that. Whoa, fuck, dude. Oh. Oh. Kijk, en dat is ook wel handig. Hey, waar het kan, kan het. Als je me tegenkomt, kom je me tegen, zeg ik altijd maar. Nou ben ik me helemaal af. Bij de meeste server steden
laat ik het daarop houden. Heb je dus iets, ben je meteen je hoed helm kwijt. Hier, refresh skin. En ik heb mijn helm weer terug. Haha, it's me, Buzz Lightyear. Ah, ja, vind ik lief van je. Dankjewel, hè. Hey, fijne dag nog. Hoi. Hey, see you at Miles later. Woehoe, I'm Buzz Lightyear. Nou, ik had gehoord dat de politie redelijk snel op zo'n locatie afkwam. Maar, ik vind het eigenlijk een beetje tegenvallen. Maar ja, kan niet. Als je iets aan het doen bent, kan je niet ergens anders in snuffelen. De Sam de Groot, waarom geen Fortis? Zitten net zoveel minder. Ja, weet je wat het is? Ik was even toe aan wat anders. Dus ik zit nu even in Vossendaal. Daar staat hij. Vossendaal. En gezellige server. Het is Belgisch. Dus ja, ik ben hier gewoon even het een en ander gaan doen. Ja, best kopieus. Alsjeblieft. Veilig. Later. Dan kan je mijn inventaris. Nee, dat betekent dat ik nog van allerlei soorten drugs heb. Buzz Lightyear. Oh, 35 voor een kaaskopje. Kaal kopje. Kaal kopjes. Moet wel goed uitspreken. En de ene kan het hebben dat ik hier zit en de andere niet. Ik ga eens even iemand bellen. Even een collega verkopen, drugs. Ik was paddo's aan het verkopen. Hallo, met de Jackie. Hey Jackie, met Harry Handig. Hey, we hadden elkaar ontmoet bij het fitness, bij de gym. Klopt. Correct, klopt. Ja, hey, ik ben nu een beetje paddenstoelen aan het verkopen. Op één en dezelfde plek, alleen de politie komt niet. En dat vind ik wel een beetje jammer. Wat is de beste drugs om een beetje aandacht te trekken? Ik denk dat de politie nu gewoon bezig is met een bankoverval. Alweer heen? Ja. Ah, dat is jammer, dat is jammer. Dat gaat het probleem zijn. Ja, nou. Nou, helaas. Maar ik kan altijd proberen een beetje paddenstoelen te verkopen. Een beetje dichter bij de politie. Dat is zo. Ja, ik heb me leuk aangekleed in een Buzz Lightyear pakje. En ik sta nu op de Walk of Fame. Bij de bioscoop in Grote Bank. Oh ja. Dus ja, ja, ja. Ik denk, kan ik me snel verstoppen. Maar ja, dat hoeft geen eens als ze bezig zijn. Ja, correct, correct. Ja. Ja, als je ziet, nodig het van een bepaalde hoeveelheid of zo, dan kan je me ook wel een belletje geven. Oké, oké. Misschien ook wel een mooie prijs maken. Aha. En wat heeft u allemaal? Momenteel niks, maar ik heb nog wel een goede contactpersoon. Ah, op die manier. Oké, oké. Okay. Want ik heb dan nog cocaïne. Ik heb de paddenstoelen en de hash. Mm-hmm. Dus ja, die drie eigenlijk tot nu toe. Ja, ik kan crack maken. Ik weet die locatie, dus. Oké. Eén tip, blijf van de mid af. Ja? Oh. Die is geclaimd. En als die persoon dat ziet, kan het wel eens zijn dat je meegenomen wordt en vermoord wordt. Ja, oké. Okay. Nee, dat moeten we niet hebben. Dat is een groep waar je niet tegen kunt winnen.
En wel, mag ik misschien vragen welke groep? Dat kom je nog wel snel te weten. Oh, oké. Okay. Ooit een feestje meegemaakt in de 69. Jazeker. Meer zie ik al niet. Oké, okay. Dan weet ik genoeg. Voilà, ben er daarom. Ja. Die moet je te vriend houden. Nee, dat is goed. Dan ga ik dit te vriend houden. Mooi zo. Nee, als je iets nodig hebt van een gezicht van ik zit zonder of zo, kan altijd wel een mooi prijsje maken. Nee, is helemaal prima. Goed. Dan gaan we dat regelen. Hey, hartstikke prima. Bedankt voor de informatie. Geen enkel probleem, jongen. En een fijne avond. Voor u hetzelfde, jongen. Hey, dank u wel. Houdoe. Oké. Even kijken. Dieselin, wat is de IC-naam dan? Mijn in-game naam. Mijn in-game naam is Harry Handig. In character. Als ik het goed heb. Ik ga voorpiepen. Haha. Hallo, is er alweer iemand leefbaar? Hallo. Ja, hé, eindelijk weer eens een keer bericht door die portaal. Nou, ik heb je de hele tijd niet gehoord hoor. Oh ja, ik heb een paar keer gevraagd of er nog mensen waren. Oh, hij is niet doorgekomen. Oh, oké. Hoe is het leven? Bij mij gaat het goed, ja? Ja, ik ben lekker truffels aan het verkopen. Leren. Dus ik denk dat ik nu zakjes met... Nee, ik ga hash doen, denk ik. Wacht, ik zie iemand die ik de kleding van herken. Kijk, hier zit 69. Nee, weet ik niet meer. Er staat vraag in intake van IC-naam. Ja, dat is je in-game naam. Hè? Dus dan moet je zelf even een naam maken die je passend vindt. Hè? Bij je karakter. Dat is dus een ander pakkie. Mooi. Gaan we door. Ja, ik. Weet je, het is een beetje enigszins logisch nadenken. Dus, maar IC-naam is een in-character naam. Maar we gaan nu... Gaan we naar de pier. Eten, drinken, hartslag. Ben ik ergens tegenaan gecrashed? Wacht even. Ik wil even iets anders proberen. Advertenties. Want dit heb ik ook nog nooit. Diensten. Want dit is een soort van ANWB. Sambal. Met Sam? Ja, goeiedag Sam. Met Harry Handig. Hey, Harry. Goeiedag. Hey, ik had een vraagje. Klopt het dat dit de monteurservice is? Volledig. Ja? Ja, mijn motor maakt een raar tikkend geluid. En start hij nog? Hij start wel. Oké, kunnen we nog meer tot hier komen? Dat is vers op. Ja, dat moet zeker lukken. Oké, kom maar af dan. We zijn nog voldoende in dienst. Geen probleem. Oké, nee, helemaal super. Kom ik nu die kant op. Goed. Oké, tot straks. Dank Dag. U. Dag. Oké, repair shop.
Kijk, in de repair shop ziet er hier ook wel best bijzonder uit. Oh ja, de 69 zit daar. Het is grotendeels dit soort dingen wat ze hebben, zoals de repair shop die een stuk verderop zit. Is heel erg custom. Is echt mooi gedaan. Je kan ook niet zomaar naar binnen gaan dat er iemand staat. Er zijn ook echt mensen altijd in dienst. En anders kan je bij je motor of voertuig koopt, dit bedoel ik, ben je vreemd erop. Niet zo'n klein beetje ook. Dat is het enige nadeel een beetje. Maar het is druk hier binnen. Dat is het best. Even die masker af. Kijk. Zo, zo. Zo, kanonnen. Kleurhoek? De broek is er niet erop. De broek is er nog. Oké. Ja, die keyfold moet ik nog even een keer op een andere keybind zetten. Of op een andere toets, want anders blijft die de hele tijd. Zoiets wordt? Oké. Wees een keer met de vriendin. Bijzonder hier. Ik weet ook niet. Ik weet niet hoe het hier ook allemaal werkt. Ja, nou, ook wel grappig auto dat. Ja, zeker een drukke bedoeling. Zo. Ik weet ook niet precies hoe het hier te werk gaat. Zo, hallo. Rustig aan. Ik weet ook niet precies hoe hier alles te werk gaat, dus. Thank you.
Zo. Ah, daar is de uitgang. Oké. Okay. Ja, mocht er wel vanuit gaan, die doet niks anders, die weet ik. Goedendag vriend, kan ik u helpen? Ja, ik heb een motor met een raar geluidje als ik terugschakel. Ja. Mocht dat zeker op dit moment. Ja. Had er net gebeld, zeker hè? Jazeker. Ja, ik kon even kijken, jong. Ja, ik ben wel een paar keer ergens tegenaan gereden. Kun jij erop klippen? Ja. Ja, reed er een keer mee, ja. Oh. Ja, 1 meter knoppen, zeg. Ja, zo. Ja, en als ik dus op, kijk, zo opstap. Ja. En ik ga rijden, af en toe stopt hij gewoon. Oké, kan ik je test rijden? Ja, is goed. Kan ik je test rijden? Zo, dikke bak. Jo. Goeiedag. Ah, een reserve bumper. Ja, dat mag er niet. Ja, altijd handig. Hij gaat toch de kant op. Ja, dit vind ik wel heel mooi gemaakt. Ja, ik heb bij het rijden merk ik niets. En ik zie op mijn computer dat de motor nog 100% is. Dus aan de motor is alles is niet. Ja, hij heeft wel een klein beetje dingen, een beetje lakwerkschade. Ja. Yeah. Dat gaan we oplossen, maar voor de rest is de motor eigenlijk wel goed. Oké, ja, apart. Ja. Nee, ja, ik heb wel een paar keer een paaltje geraakt, maar... Ja. Ik zou voorstellen, rijd er een keer mee en moest het probleem blijven. Zo wanneer ik kijken en een keer, gewoon een keer als test een keer de engine upgrade er gewoon een keer opzetten voor te kijken of dat beter is. Oké. Dat kunnen we altijd een keer doen, hè. Kijken of het beter is. Is beter, dan kunnen we ook beslissen of dat neemt of niet. Blijf het gelijk, dan halen we hem weer af, dat is geen probleem. Oké, wat kost zo'n engine upgrade? 50k. Oké, valt nog mee, dus goed te doen. Ja, normaal zijn is het 31k, hè, maar bij die goedkopere motorfietsen vanuit Cardoen vragen we maar een helft van de prijs, want gaat daar waarschijnlijk maar 8 of 9k voor betaald hebben, die motorfiets. Ja, zoiets, ik weet het ook niet precies. Maar we kunnen moeilijk voor een tune 5 keer de prijs van de waarde vragen, dat gaat natuurlijk niet. Ah, op die manier. Zo, ik stuur alvast een factuurtje door. Ik zie hem. Ja, in uw bankapp kunnen we zien. Even kijken. Mijn factuur nog bij rekening had eentje zien staan. 350, denk ik. Ja, klopt. Ja. Hij is betaald. Ja, ik zie het. Vooral ik. Hey, hartstikke super, hartstikke bedankt. Geen enkel probleem, als er het is, spring maar binnen. Ja, komt goed. Alright, dag. Fijn dag. Yo. Totaal de verkeerde kant, ik weet het. Hey, Erin. Ja, goed. Rustig. Lekker even in het buitenland kijken. Bij een stad. Dus weer drugsverkoop. Natuurlijk zit ik een beetje... te kijken hoe de RP gaat. Ja, gaat ook goed. Dus. Maar voor de rest gaat het super. Hoe is het bij jou dan? Is nog een... was je vandaag ook nog lekker in die andere stad? Ja. Kijk, dat is wel aardig, weet je. Dat ze je helpen om je motor te upgraden. En als dat toch niet echt werkt, kunnen ze hem downgraden. Oh, daar gaat hij.
Even kijken in die bank-app. Ja, ik gooi elke keer alles op de bank. 41k, nou super. Die had ik betaald, toch? Ja. Oh, nog een keer. Staat hij er dan zeker nog een keer tussen? Nee. Oh. Oké. Okay. Het zal wel. Mooi zo. Nou, als je een vriendelijke vader hebt. Dus. Kijk, helemaal super jongen. Gezellig. Kijk, maar... De politie is weer vrij. Op slot. Even uiterlijk weer volledig goed doen. Ja. Goede masker heb ik weer op. Ik probeer niet te lachen. Hoezo probeer je niet te lachen, Astrid? Lachen is gezond. Lachen is goed. Met lachen is niks mis. Maar ik snap je. Ik zou ook keihard lachen. Hashish. We gaan wel voor de topkwaliteit hash. 50 stuks. Klein beetje gemeen van je. Maar oké, even kijken. Gaan we terug naar boven? Zie het maar als een compliment. Hey. Het is sowieso raar om weer bijna baardloos te zijn, dus... Hey, ik had gezegd dat ik een verrassing voor jullie had, maar haar begint goed te groeien. Mijn baard begint korter te worden. Dus, alle. Ik begin een beetje Vlaams te praten. Mag ik me hier neerzetten? Ja, ik mag me hier neerzetten. Super. Dan kan Buzz Lightyear weer aan het werk. Ja. Kale haar hier. Hier misschien wel, maar daar niet. Hè? Kwamen mensen. Waar zijn de mensen nou? Hallo, people. Volk. Hallo, volk. Oh nee. Oh nee. Dat gaat niet goed komen. Oh, ik ben gewond. Oh nee. Toch niet, geintje. Nou. Zonder baard laag ik nog meer op je pa. Ah. Nou, weet je, jij zegt dat ik het maar als een compliment moet zien, denk ik. Maar. Als je niet luistert, zoon. Nee, wacht. Waarom is er niemand? Het was hier hartstikke druk voorheen. Wil niemand hashies kopen? Ik heb topkwaliteit hash. Zo. Ging naar hoe? Hier naar hoe? Hier naar hoe? Hey, mensen. Hallo, people. Serieus, mevrouw.
Vind ik niet leuk, hè? Dat is niet leuk. Hé, hey, kijk, dat is een voordeel. Mij vinden de meeste mensen ook aardig. Hier staan ook sterren. Maar er zijn nergens mensen. Ja, dat denk ik ook. Ze zijn nog helemaal weg van die paddo's die ik ze verkocht heb. Nou, zie ik wel iets blauws lopen. Kijk. Er zijn mensen. Er zijn mensen. Ja, ja, er is één iemand. Top kwaliteit hash te koop. Top kwaliteit hash te koop. Ja, alstublieft. Hey. Voor mijn omwegen. Beter door je... Hé, hey, luister jongen, als jij het alleen maar leuk vindt om hiernaar te kijken wat ik doe, dan vind ik het helemaal top jongen, echt waar. Ik doe mijn best om het voor iedereen zo leuk mogelijk te maken, altijd, dag in dag uit. Dus hoe leuker mensen het vinden, hoe beter. Goeiedag! Ja, heb ik. Snel doorlopen. Gezondheid, corona. Dag om mijn corona. Hé, Abdul, zal ik jou eens wat vertellen? Ik weet niet of jij het al wist, maar ik ben vader. Hey. Ja, snel, weglopen. 6.000 euro op zak. 6.000 euro mensen, hartstikke idee. Nou, hè? Ben je helemaal niks? Ja, ja, alsjeblieft. Fucking shit! Ja, lopen. You're my bitch now. Nee. Gewoon een stukje rennen. Daar is hij. Daar is hij. Hey, jou ken ik uit een andere stad. Wat gezellig dat je hier ook bent, alsjeblieft. Fijne avond. Doei. Goh, wat leuk dat je hier ook bekende mensen tegen. Oh, oh. Agent, gaat het? Ja, zeker, ze. Oké. Hey, goeiedag. West? Ja, goed, met u. Alleen de kruid. Ja, niet goed, hè? Alleen de mensen zien. Nee, nee, ja. Met uw collega niet zo. Maar hoe is het met u? Oh, ik kan haar kleren komt aan en ik aanpassen. Kleren aanpassen? Ja, uw t-shirt komt erdoor. Oh. Op mijn netvlies niet. Nou, ik denk dat nummer 14 of 15 is. Ah, oké, okay, op die manier. Het zal de 15 zijn. Hè. 15? Ja, de t-shirt er weg moet zijn. Ja, ja. 15. Ah. En gewoon een kraan passen. Oké, okay. Goeie tip. Dankjewel. We krijgen hier een melding van een verdachte situatie en hij staat hier toevallig. Ja, ik sta hier als Buzz Lightyear. Ja, sta ik een beetje mensen te entertainen hier al. Dus... Ik zie dat Buzz Lightyear een... Een apenmasker ook aan had. Ja, ja, dit is de apenversie van Buzz Lightyear.
Ja, je moet wat variatie, hè. What, is dat Planet of the Buzz Lightyear of... Planet of the Apes met Buzz Lightyear. Server is een bedrijf dat de diepte ingaat, joh. Echt waar. Ja, ja, weet je, ik moet toch... weet je, mensen vinden het leuk als ik het zo doe. Dus ja, waarom niet, hè? Een beetje verandering in het leven. Hè? En wat komen ze dat doen? Ticketjes dan niet kopen? Nee, ik ben gewoon... Ja, af en toe een gek dansje aan doen, hè. Af en toe zeg ik de teksten... Op naar de sterren en daar voorbij! Ja, en, ja ik heb daar verderop heb ik een doos staan... en daar gooi je af en toe mensen wat muntjes in. Nou. Dus... Ja. Allee, als je het, wil het nog eens één keer doen? Wacht, ik zal er even een foto van maken, ze. Ja. Op naar de sterren en daar voorbij! Oh, ik ben zo rap niet met mijn gsm. Ah! Opnieuw. Kom op. Oké, op naar de sterren en daar voorbij! En. Ja? Zit erop, man. Kijk, super! Die doos daar van achter is van u, hè? Ja. Wacht, ik zal er eens iets in steken, zeg. Ja, is goed. Oeh, hier zijn veel dozen. Ja, weet je, er komen af en toe wat rare mensen hier, hoor. Hè? En die kijken dan en die lopen een beetje rond hier, hoor. En in één keer zie je ze wegrijden. Dus. Oh, come on, voilà, ze. Nou, helemaal super. Dank u wel. Dik in orde, man. Ja. Allee. Als je toevallig nog iets verdacht of zo ziet, dan maak een meldingsken, hè, dat we het, dat we het kunnen komen onderzoeken. Ja, nee, is helemaal prima. Zou ik doen. Alright. Allee, fijne dag nog, meneer. Ja, hetzelfde. Jojo. En werk ze nog. Hoi, hoi. Zeker. Collega. Ja, die is daar met een paar andere mensen bezig. Ah, oei. Ja, dat ziet er niet heel goed uit. Oh, dit is prachtig. En? Oh, ik ben nog steeds aan cornicellen. Niemand wil wat. Jammer van de lek alleen af en toe. Zo! Die vloog. Oh, prachtig. Zag hem gewoon zeker tegen. Bam, bam. Pak klein geld. Hartstikke idee. Hell yeah. Vlekvlak. Ik weet niet welke emotie dat is. En hier heb je... niet echt dat... nee. Hier? Nee. Staat hij hier tussen dan? Algemeen. Oh. Als we nog één melding krijgen dat er hier een verdachte situatie is, gaan we u en uw collega meenemen. Is dat goed? Welk collega? Uw collega dat daar zit. Ik heb daar geen collega zitten, maar oké. Okay. Oh! Ja. Huh? Wacht even. Nee. Hallo. Wanneer? Ah! Hallo! Amsterdam. Alles goed? Amsterdam, alles goed. Waarom heb je je busleidingpak niet aan? Of je clownspak? Oké, jij bent mijn collega dus. Oké, gezellig. Helemaal goed om te weten. Hallo, Shram. Dus laat je met een apenpak. Hé, hey, je moet wat verandering hebben in het leven, hè? Dus. Maar, ja. Succes! Nee, die agent bedoelde ik. Oh, ja. Oh, op die manier.
Nou, laat maar. Hey, Ali Osram. Hallo! Toplan? Ik bedoel de hoofdbaas. Die kwam bij mij voor Ali Osram. Ja, Capron. Nee, die zit zeker nog niet in de porto. Nou, mijn drugs is in ieder geval op. Daar ben ik blij mee. Nou, 50k. Nou gaan we het krijgen. Goeiedag. Wie ben jij dan? Ik ben Buzz Lightyear. Buzz Lightyear? Ja, de apenversie ervan. To the moon? Op naar de sterren en daar voorbij! Ja, die ja. Goeie man, wat doe je hier man? Ja, ik was een beetje hier heen en weer aan het lopen, mensen aan het entertainen. Oké. Dus. Was je... Hey man. Ik doe wat gekke dansjes dan en ja. Wat doe af en toe krijg ik daar wat geld voor. Wat doe je voor dan? Wacht, even de ruimte pakken. Ja, hottekidee! Yep. Nou, en natuurlijk de welgemeende zin van Buzz Lightyear. Op naar de sterren en daar voorbij! Woehoe! Meneer, wie bent u dan? Oh ja. Oh. Maar ik vind het wel raar. Ik sta net hier, oh. Jij staat met de politie daar te praten. Ja? Ik rijd weg, opeens komt de politie achter mij aan. Ja, ik heb daar niks mee te maken. Oh. Heel apart. Heb je niet tegen de politie gezegd of zo van daar rijdt een drugsdealer of zo? Nee, want ik wist geen eens dat je daar was. Ja, wel raar, want ik zag jou daar al staan en ik ben al een paar keer voorbij gereden. Ja? Volgens mij heb je mij ook wel langs hier rijden. Heb je hem ook een dansje zien doen, of niet? Ik heb hem geen dansje zien doen. Ik heb hem daar alleen zien staan. Een beetje met die mensen aan het praten. Ja? Ja, het was hier ook redelijk rustig. Het begint nu eindelijk een beetje drukker te worden. Ja, okay. Dus ja. Ja, omdat je zegt, ik doe dansjes voor geld. Maar als mijn Marty hier jou geen dansjes heeft zien doen... Nou, ik heb net een dansje gedaan. Als het goed is, heeft hij dat gezien, toch? Ja, hier ook. Ja, voor ons. Maar niet bij de mensen, zeg maar. Nee, maar ja, toen waren er op mijn netvlies geen mensen. Dus ja, ik zat te wachten. Oké. Dus, Oké. Maar jij bent hier niet drugs aan het verkopen, dus? Op het moment niet, nee. Oké. Interessant. Dus als ik nu in je zakken ga kijken, heb je geen drugs op zak? Je mag in mijn zakken kijken, ik heb geen drugs op zak. Oké. Dus. Ja, nee, ik geloof je op je woord bij deze. Oké, super. Ja, nee, top. Nee, ik vond het een beetje raar verhaal dat de eerste politie daar stond en ik kom de bank uit en opeens kwamen ze achter me aangereden. Ja, ze hadden ook al iemand anders daar aangehouden. Kunnen we je helpen, meneer? Kunnen we je helpen? Ik ga van de bank, maar ik heb een vraag. Misschien heb je op een of andere manier mijn gesnitcht, zeg maar. Luister, als ik iemand drugs zie verkopen, dan ga ik ze niet snitchen, want als ik zelf wat het een en ander verkoop, wil ik ook niet gesnitcht worden. Oh nee, maar ik was totaal geen drugs aan het kopen. Ik was alleen aan de bank, zeg maar. Maar, ja, oké. Ja, ik hou niet zo van politie, weet je. Dus ik vond het een beetje raar dat ze in één keer achter me aankwamen. Ja, dat snap ik. Nee, maar dan is alles duidelijk, man. Dan, ja.
Ken, hij zo weer uw dansje verder doen. Ja, nou, ik ga zo meteen even weg weer. Ik ga even kijken of het op de pier wat rustiger, wat drukker is. Ja, meestal op het strand is het altijd wel drukker. Ja, daarom. Heb je het niet warm in zo'n pakkie? Ah, het is hartstikke benauwd. Gelukkig zitten we achter van die twee blauwe zitten. Die gaan op batterijen. Ja. Dus ik moet wel zo even naar huis om die batterijen te vervangen. Ja, nee, snap ik. Maar ik moet het zeggen, het is af en toe een goede afleiding voor politie, zoiets. Ja, dat geloof ik best, ja. Ja. Ze vinden het zelf ook leuk. Ik kreeg net wel ook wat kleingeld van de agent, dus ik vond het prima. Ja, dat is helemaal mooi. Ja? Mevrouw, hallo, we zijn in gesprek hier. Ga eens weg, ja. Ja, wegwezen. Zo. Hoppa, denken ze nog dat we drugs aan het volgen zijn hier. Fucking pottenkijker. Ja, volgens mij is ze sowieso wel pot. Om het haarkapsel te zien. Ze zegt het wel, ja. Nee, maar alles is duidelijk. Nou, ja, mooi dan zo. Dan kan ik hier niet binnen. Verified. Ik weet niet, heb ik... Je moet bij de balie zijn binnen. Oh, oké. Ja. Als je bij een automaat wilt pinnen, dan moet je bij de bank een kaart aanvragen. Oh, je moet daar gewoon een hele kaart aanvragen eerst. Ja, dat kan niet binnen. Zeker. Oh, oké. Thanks, later. Nee, dat is duidelijk, man. Dan doe jij je dansjes en dan gaan wij ook weer verder, toch? Ja, meneer gaat zo naar de pier, dus kan die daar even dansen, volgens mij. Ja. Iets in die richting. Ik hoop dat je nog een beetje verdient vandaag. Ja, ik hoop het ook. Dus het is een beetje gaars af en toe. Ga jouw dansje toevallig deed en zo? Wat bedoel je? Nee, ik heb ook andere dansjes. Ik heb ook even kijken, waar zit die? Deze dansjes. Of deze. Dus ja. Ah, ik heb best hele losse heupjes hoor. Even kijken. Even kijken, even kijken. Oh, wacht. Hata! Oh, zo broer. Kijk deze. Hij kan wel hoog. Eerlijk gezellig. Hé, ja, zeker. Ik helemaal van je. Ik ben loose in the hips, bro. Oké. Bro, jij bent overal loose. Ja, jullie doen het ook al goed. Bro, als je niet oppast, ben je daar loose. Dus. Het is goed, man. Hey, dan wens ik je succes. Gaan wij ook weer lekker verder, toch? Ja, is goed. Is goed, man. Rust aan. Oké, doei. Jojo. Oké, nou, u dan. Weet u misschien een manier om snel geld te winnen? Nee, want ik ben eigenlijk net pas in deze stad bekend. Dus. Ben je nieuw hier in de stad, meneer? Nou ja. Soort van nieuw, ja, ik kom in een andere stad, ja, maar ja. Wacht even mensen, ik ben zo maar terug. Dan ben je toch nieuw in de stad, of niet? Hoe lang ik heb wel eerder gespeeld, maar dan met een ander leven. Hoe lang zit je in deze stad? Wat? Ja, maakt niet uit. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Lang geleden. Nou, andere stad, ander leven bedoel je? Ja. Nou toch? Waar ben je een beetje naar op zoek, man? Wat zijn je ambities? Ja, een beetje criminele shit, toch? Een beetje hitman worden of zo, man. Ik weet niet, is moeilijk, hè? Dat is zeker moeilijk, man. Ja, want ga je doen? Ga je plas op iemand schieten? Of ga je stenen gooien, of wat? Ga je iemand onderscheten, bro? Jetzig. Ja, als meneer Lightyear zijn dansjes gaat doen, dan kunnen wij misschien wel even een praatje maken. Ja, toch? Of loop even met ons mee, ook. Kom. La 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 la. Deze guy. Ta 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 ta. Oké, wacht even. Deze had ik nodig. Zo. Even wat eten. En daarna wat drinken. Ja, deze gebruikt basic files van Cubicore. Oh, ik heb geen idee, Black. Dus, maar ik ga niet Belgisch praten, Vlaams. Vlaams? Dat past niet bij mij. Dus, ik
Nee, dat gaat, gaat mij niet goed af. Nee. Heren, ik heb wat leuks over de MEF-locatie. Oh, wat dan? Ik weet wie die locatie beheert. Ik weet niet of jullie dat ook al weten. Wie dan? Degene van 96, Club 96. Club 69. Ook goed. Dus daar heb je al een keer kennis mee gemaakt. Ja, we hebben al een goede band dus. Ja, daarom. Maar die gaan ze toch niet geven? Nee, zeker niet. De prijs top? Ja, ik ben wat connecties aan het leggen als busleidje, dus hey. Werkt het? Truffels verkopen? Ik ben al van al mijn truffels af. Zeker zelf gebruikt. Zelf in de spacebak staan. Verdient het ook een beetje of? Ik heb nu bijna 50k op mijn rekening. Oh, lekker. Meer dan mij. Even kijken. Oh, 52k. En dat is dan ook met weet het hash topkwaliteit. Lekker. Zeker. Maar is dat dan eigenlijk verkeerd, Blex? Volgens mij niet. Nee. Kijk, deze kon je volgens mij ook op straat verkopen. Dus dat gaan we nu even doen. Wacht even. Ja. Ik ga heel even kijken. Keybinds. Want ik wil die autolock. Car lock general. Car. Die staat op de L. Die. Lean. Nee. Oké. Even kijken. L. Nee. Ja, het wordt natuurlijk wel even wennen. Weapon vehicles. Vehicles. Cinematic slow-mo. Maar die moet ik dus niet hebben. Cars and boat. Turn left. Handbrake. Bicycle sprint. Bicycle. Nee. Ik zou zeggen deze, maar... Break acceleration. Ja, dat moet het gewoon hetzelfde blijven. Aircraft. Weet iemand waar dat zou kunnen staan? Bij de slot? Want dat is wel een beetje vervelend. Parachute control. Nee, GTA. Text point en drukken. Nee. GTA vehicles. Nee. FM. General. Oh, dit is...
ook niks, denk ik. Even kijken. Nee. Dat is wel jammer, want dan kan ik dat stukje daarboven weghouden. Even open kluis, ja. Die. Die even weg en die even weg. Die kan ook wel even... Oh, er zit een stop op. Dat is mooi. Een vijfde, zesde slot zit hier niet tussen. Als je dus Z stuurt, hebben ze wel een zesde slot. Waar? Geen idee. Nee. Nee. Zo. Even kijken. Die kan daar ook weg. Oké, dan heb ik... Oh, ja. Die. Sluit gebruik. Even kijken. Eten bij 50%. Nee, bij 10%. Opslaan. Honger. Ja. Terug. En bij die ook. 10%. Eten en drinken gaat hier wel relatief snel. Dus ik moet dat wel een beetje extra in de gaten gaan houden. En vooral met die optie. Dus, ja, ik ga tassen verkopen. En waar? Ik ga tassen verkopen op de pier. Even kijken. Oh, wacht even. Ik moet nog... Dank je wel, dame. Onbekende dame. Zal ik maar even zeggen. Heel even iets aanpassen. Copy. Paste. Flip. Oké, super. Dank u wel, Miss Moon. Ik ga dan nog even richting de pier. Om daar dus die tassen te verkopen op straat. Dat kan. Vodafone winkel. Even kijken. Oh, wacht even. En die agent zei waarschijnlijk shirt 15. Items, vests.
Tess heb ook, ja. Oh, wacht. Kijk, items, armen, hemd. Hemd. Is dan een 15 dat hij zei? Oh ja. Hey. Ik zie het verschil niet. Maar oké. Nee, dit is buzz. Zo. Bevestig. Zo. Corner selling. Het valt niet onder drugs. Maar portemonnees en alles. Portemonnees, tassen, alles is te koop. Komt er maar. Oh, wacht. Als ik nou eerst deze gewoon... Oh. Ja, u heeft werk bij zo'n haast. Zo. Test. Ja, is goed. Wees bluf. Moet er toch vanaf. Oh ja, kan niet. Kan niet, want ik ben aan het cornercellen. Dat moet ik even goed onthouden. Nog iemand iets? Tassen, portemonnees, alles te koop. Tassen, portemonnees. Tassen, portemonnees. Ja, nou, dan moet je er wat aan doen. Hey, passen. Even kijken of ik hier overheen kan. Nee, helaas niet. Oh, daar kan ik niet doorheen. Ah, dat is jammer. Niet van mijn jatten, want ik sla je. Hier. Weg mee. I'm so scared. Sure, I'm trembling.
court, moron. If it's nice tomorrow, I may go jogging. Gotta work on my body. Can't be all brains, right? I know what you mean. Nou, als die gasten nou eens een keer komen. Hoeveel heeft hij er? Twee. Nee, hier nog niet. Ja, wel grappig. Het is nu ochtend aan het worden in de stad. Dus ik heb nog twee portemonnees. Ja. Nou, ik heb wel een portemonnee voor je. Eén. Ik wil er twee verkopen. Dame, ik heb een Louis portemonnee voor je. Bro. Ja, ik had al zo'n idee. Dus. Nou ja, jij hebt wat mensen leren kennen, blijkbaar. Dus dat is goed. Heb je goed gedaan. Gezellig. Ja, klopt. Dat hebben ze heel goed afgestemd. Ja, ik kende je wel een beetje. Toen je die kant op kwam lopen, had ik al een soort van... Hey, dat ben jij. Nee hoor. Maar ben je een beetje wat opgeschoten met die gasten? Of niet helemaal? Ik hoop het wel. Yep. Golfclub gekocht. Voor hoeveel? Voor hoeveel heb jij een golfclub gekocht?
15k voor een golfclub. Dus best veel, ja. Ja, zeker. Je kan er ook van alles mee. Hallo? Goeiedag. Zo, warm pak. Bah. Nee. Kijk. Ik kan me de flik aan. Zo. Kom uit haar gescheurd. Poei. Poei. Dat is met hoge snelheid. Kaashapje. Goeiedag, jongen. Ja, moet je zo weten. Hé, nou ook al politie. T-shirt? Nee. Dat was het shirt. Oh. Dat is de verkeerde. Welke trek ik nu aan? Die? Dat moet niet helemaal. Dan blijft ook elk masker weer terug opzetten. Nu heb ik een combinatie van... mango en... Wat is dat ook weer? Cassus. Hallo meneer. Goeiedag. Goeiedag. Yo. Yo. Ik zag net dansen bij de bank. Ik kan wel meer dan alleen dansen hoor. Let op, let op. Oké. 1, 2, hoppakee. Zo. Ja. Zo, dat is wel gangster. Dus maar ik... Over, het zieke idee. Voilà. Komt je wel naar een andere stad? Of, ja. Ik ben even op vakantie hier. Ah, oké. Ja, ik ken niet wel een andere stad. Ah, ja, dat is, weet ik. Dat is mooi. Ik ken het al aan de Sam, dus mooi man. Ja, daarom. En valt het hier een beetje? Ja, tot nu toe is het wel grappig. Ik vermaak me. Jij? Ja, ik ken het een golfclub goed. Ja, dat is niet handig. Nee. Ja, er werd gezegd, hè, maar ja, je kunt alles met dat ding. En 15k klopt. Mag ik hebben. Ja, ik weet niet hoe die prijzen hier zijn. Ik denk, 15k voor een golfclub. Dat moet ik doen. Mm-hmm. Maar... Dat is een beetje duur, denk ik. Ja, best wel. Ik kan voor 10k een mesje regelen. Voor mij, 10k mesje? Ja. Dat ben je niet. Ja. Dat kan je regelen voor mij, voor 10k. Ja. Daarom ben je best wel opgelicht met de golfclub. Oké. Nou, mag ik dan zo'n nummer? Want dan ga ik even die golfclub weer verkopen aan hem. Kijk of het me lukt. Nou, ik denk het niet, maar... wacht even. Even kijken. Alsjeblieft. Thanks. Ik zou mij nou meteen even geven. Ja, is goed. Alsjeblieft. Ja, top. Top.
Oké, okay, nou ik ga voor die kijk bellen. Hopelijk krijg ik hem nog terug. Ik denk het niet, maar. Ga maar kijken of het lukt. Wees bang. Ja, succes. Yo, Gustavo. Ja, kan ik nog die golfclub verkopen? Want ik wil een auto kopen, maar ja, nu heb ik geen genoeg meer. Dat ik het later terugkoop ofzo. Zo meteen, hè? Nou ja, ik koop hem later terug dan, maar ik moet eerst even geld maken met een auto. Snap je? Wel, wanneer kan het dan? Oké. Okay. Ja, is goed. Yo, is goed. Yo. Ja, nou, ik heb wel een autootje nodig eigenlijk, want het is wel handig om die ook in je garage te kunnen hebben. Ja, is goed. Yo. Nou, hij zegt op een gegeven moment wel als ik klaar ben, hij is bezig. Dus ik denk dat het gaat lukken. Ja, oké. Okay. Denk het ook niet. Maar ik heb nu nog 4k, dus dat is niet veel. Nee, zeker niet, zeker niet. Ja. Kan je ook zien hoeveel politie er nu in de stad is? Of is dat... Homespier. Maar dan zie je alleen wat wel en niet mag. Oh. Oh, je mag winkel. Ik kom gaan winkel doen dan. Nou, ik ga zo de stad uit. Ik vind het welletjes geweest. Mooie tijd. Jammer. Ja. Ach, ik ben een vrijdag. Ja, ik heb morgen wel in mijn hoofd een kater. Dat is niet normaal. Nee, ja, dat is niet handig. Ja. Nee, ik heb morgen gewoon een examen. Dan zou ik maar snel oogjes dicht gaan doen ofzo. Ja, nou ja, ik heb goed genoeg geleerd, dus maar goed. Mhm. Maar pas zit zeg ze altijd. Ja. Ja, nee, ik heb echt wel goed geleerd hoor. Kom maar goed, denk ik. Oké. Okay. Hoop ik. Zullen wij hem een pomp op zijn bek geven? Nee. Oké. Okay. Als je ruzie wil, moet je dat doen. Je kan altijd aan mensen vragen of ze ruzie willen. Ja, maar als het wel goedkeuren is 2. Ja, dat is een ander verhaal. En hoe wil ik mijn range van mijn stem groter dan? De spier naast de 1. Dus dat golfje. Nee, oh, ik zie allemaal ID-kaarten. Ja, dat ben jij. Ja, maar dat gebeurt niks. Nee, dat oh, zie je... Oh, ik zie recht onder mijn netvlies niks. Ja. Nee, je ziet het links. Links onder in je netvlies. Ja, maar daar zie ik niks. Daar zie je een balkje. Of een rondje. Ja. En als je die indrukt, wordt die rood. Als je gaat praten. Bij mij wordt die geel. Ook goed, geel. Bij mij wordt die rood. En als je er nog een keer op drukt, wordt die groter. Voor mij heb ik dat niet. Nou, dan moet je eens even gaan uitzoeken op welke... Ik heb een microfoontje staan. Ja, ook goed. En ik heb... Ja, dan zou je dat even moeten uitzoeken. Oh, ja. Ik ga in ieder geval de stad uit. Ik ga mijn motor terugbrengen. Ja, dus, ik wens jou succes. Mag ik een ritje mee trouwens? Nee, want ik zit hier vlakbij. Ja, even waar is het garage dan? Want ik heb echt geen idee. Pak die motor die daar ligt. Kan je die gewoon pakken? Ja. Oké. Okay. Hey, later. Later. Zo. Zo, dames en heren. Ik zag net dat het alweer 11:45 is. Dus, Harry gaat jullie. Daar zit hij.
uitzwaaien. Ik ga jullie... Ja, ik weet het. Ik ga jullie ook uitzwaaien. Ik wil iedereen hartstikke bedanken voor het kijken naar deze livestream. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gehad. En ik hoop jullie snel weer te zien. Ik hoop morgen. Nee, niet morgen. Woensdag. Dus. Maar vanuit Hero ga ik jullie de 3D's meegeven. En slaap lekker. Dag, doei. En de mazzel. Ik zeg laters.